opende vergadering van de parlementaire enquêtecommissie VIRA heet u allen van harte welkom. Ook een welkom aan ieder die vanaf een andere plaats dit verhoor volgt. En ik vraag de gevierde getuigen binnen te leiden. Welkom, meneer de Scheemaker. Dank u. U heeft aangegeven dat u voor dit verhoor de belofte wilt afleggen. Want u wordt vandaag gehoord als getuige. En met de belofte geeft u zelf ook aan dat u de waarheid zult spreken en niets dan de waarheid. Dat vraag ik u zo ook om met de belofte te bevestigen dat u de gehele waarheid en niets dan de waarheid zult spreken. Wilt u met mij gaan staan? Wilt u mij nazeggen? Dat beloof ik. Dat beloof ik. Dank u wel. Meneer de Scheemaker, u was vanaf 2005 acht jaar de bestuursvoorzitter van de NMBS, de Belgische Spoorwegen. Daarvoor zat u drie jaar in het directiecomité van de NMBS. De Belgische Spoorwegen en de Nederlandse Spoorwegen hebben samen de V250, de VIRA, besteld bij Ansaldo Breda. De NMBS kocht er 3 en de NS kocht er 16. In dit verhoor heeft de enquêtecommissie vragen voor u over de samenwerking tussen België en Nederland, over de samenwerking met Nederland en de NS, samenwerking met Ansaldo Breda, en wij zoomen in op de gebeurtenissen rondom de start en de stopzetting van de VIRA. U heeft ook over de periode waarop u betrokkenheid had bij de VIRA een boek geschreven, waarin het VIRA-project uitgebreid beschreven staat. Ook daar zullen we soms aan refereren. U bent hier vrijwillig en de commissie hecht eraan om u daarvoor te bedanken. En wij willen graag het verhoor met u beginnen met de heer Van Gerven. Meneer de Scheemaker, welke belangen had de Belgische Spoorwegen of hadden de Belgische Spoorwegen bij het VIRA-project? U bedoelt van bij de opzet. Uiteraard, heel historisch waren er al vele tientallen jaren gemeenschappelijke treinen. Dus de zogenaamde Benelux-trein was een gemeenschappelijk project dat al vele tientallen jaren de hoofdsteden van onze landen verbond. De verschillende spoorwegmaatschappijen in Europa oriënteerden zich meer en meer op de hoge snelheidstreintechnologie. België was daarin iets verder als partner in Thalys en in Eurostar. Maar ook Nederland had die intentie, en heeft die intentie ook gerealiseerd, om hoge snelheidstechnologie toe te passen op de eigen spoorweginfrastructuur. Het was dus duidelijk dat de impact van hoge snelheidstreinen internationaal automatisch een impact zou hebben op de Benelux-trein. Dus in die zin is de hoge snelheidstrein die we allemaal wensen te realiseren een logische voortzetting van de historische Benelux-trein samenwerking die we hadden. En wilden ook de Belgische spoorwegen die hoge snelheidslijn, zeg maar, tussen Amsterdam en Brussel realiseren? Die is ook gerealiseerd geweest, want het hoge snelheidsnetwerk dat er in België voor oorspronkelijk Thalys en Eurostar was voornamelijk naar het oosten en naar het zuiden van België gericht. De hoge snelheidslijn die ten noorden van Antwerpen is gekomen, in nauwe samenwerking met NS, toen nog de eenheids-NS, is uiteraard samen tot stand gebracht aan Belgische zijde. En vanaf de Nederlands-Belgische grens is die dan doorgetrokken naar de grote investering in de hoge snelheidslijn die naar Amsterdam liep. Ja, en kunt u nog heel concreet zeggen wat nou het Belgische belang was bij het ontwikkelen van de hoge snelheidslijn? Wel, het is gewoon elke spoorwegonderneming in Europa bijna zette in op voortschrijdende technologie.
Frankrijk was op een bepaald moment in Europa begonnen met de hoge snelheidstrein tussen Parijs en Lyon. En er ging voor heel veel spoorwegmensen ging er een nieuwe fase in het spoorweggebeuren open. De lange afstandstrein werd een hoge snelheidstrein die ook de concurrentie aankon met bijvoorbeeld relatief korte afstandsvluchten met vliegtuigen. Dus in die zin was het gewoon een voortschrijdende technische mogelijkheden die klassieke treinen vervingen en die de concurrentie zelfs met Europese vluchten van vliegtuigen mogelijk maakten. Kijk naar bijvoorbeeld Brussel-Londen, waar op dit moment de hoge snelheidstrein 80% marktaandeel heeft, terwijl het vliegtuig nog 20% marktaandeel overhoudt. Ja, dus die gedachte van het hoge snelheidslijn, die treinen die kunnen zeg maar het vliegtuigvervoer op korte afstand vervangen. Dat was een belangrijk element daaruit. Dat is een van de belangrijke elementen, ja. Dat gold voor de Belgische spoorwegen? Uiteraard, anders hadden we op Belgisch grondgebied niet die hoge snelheidslijn aangelegd tussen Antwerpen en ongeveer Breda aan de Nederlandse grens. En wat waren de belangen van de Belgische staat bij het VIRA-project? Wel, in België is het heel duidelijk dat alle investeringen in spoorweginfrastructuur gedragen en gefinancierd worden door de Belgische staat. In een door de Belgische staat goedgekeurd investeringsplan en een volledig gefinancierd schema, gefinancierd door de Belgische staat. Dus het is onmogelijk om spoorweginfrastructuur aan te leggen op Belgisch grondgebied zonder de goedkeuring van de Belgische staat. Ja, dus dat. En wat voor belang zag de Belgische staat daarin? Wel, als je dat heel macro-economisch bekijkt, is België echt in het hart van Europa. Zo noemen we dat toch graag. Niet alleen omdat de Europese gemeenschap en verschillende internationale instellingen er een zetel hebben. Maar het was heel duidelijk dat indien we verder onze logistieke verantwoordelijkheden, onze draaischijffunctie in Europa wensen te behouden, dat we moesten inspelen op die nieuwe technologie van hoge snelheidstreinen. En op dit moment is Brussel, als hoofdstad van België en van Europa, verbonden met hoofdsteden of belangrijke steden zoals Amsterdam, Keulen, Londen, Parijs en het daarachterliggend spoorwegnetwerk. Dus in die zin was dat van strategisch belang voor België, om met die nieuwe technologie en die nieuwe infrastructuurnetwerken volledig erop in te spelen. Was nou het belang voor Nederland groter dan voor België? Wel, dan moet u. Ja, nee, maar uw inschatting. Mijn inschatting, de geografische situatie van beide landen, hoewel ze buurlanden zijn, is iets verschillend. U hebt in Nederland twee buurlanden, Duitsland, met heel veel grens met Duitsland, een stukje grens met België. Wij zitten ook nog eens met Frankrijk. Wij zitten in een dichter bereik van bepaalde hoofdsteden. Ik denk dat de inschatting van Nederland op een bepaald moment was, en dat was een populaire kreet toen in de dagbladen, dat men niet het Jutland van Europa wou zijn. En ik denk dat het een juiste beslissing was van de toenmalige Nederlandse regeringen, veronderstel ik, om mee in te zetten op moderne transporttechnologie. Want ik denk dat op relatief middellange termijn de hoge snelheidstrein inderdaad vluchten ten belopen van 500 kilometer, 400 kilometer gemakkelijk kunnen vervangen. Dus vliegtuigvluchten kunnen gemakkelijk vervangen worden door hoge snelheidstreinen. Dus het was de juiste beslissing om in te zetten op de hoge snelheidsverbinding. En in die zin is natuurlijk dat een soort macro-economische en politieke beslissing. Het invullen dan van de juiste netwerken, ja, dat is dan weer een ander verhaal. Ja, daar komen we later op. Kan je nog zeggen dat voor België het vervoer naar het zuiden, zeg maar Brussel-Parijs, dat belangrijker was ook in economische zin en ook in de zin van meer vervoerders of meer reizigers dan naar het noorden? Ja, dat hangt van de individuele reiziger af. Ik kan me voorstellen dat een individuele reiziger liever een romantisch uitje doet naar Parijs dan misschien naar Amsterdam. Nee, maar ook dan nog, zuiver economisch kan men dat moeilijk beoordelen. Nee, maar romantiek leidt ons naar alles, maar het gaat mij inderdaad om, of kan ons overal brengen, wil ik zeggen. Maar het gaat mij over de concrete vervoerstromen, zeg maar Brussel-Parijs, vergeleken met de vervoerstroom Brussel-Amsterdam. Wel, in de vraag ligt het antwoord. Londen en Parijs zijn eigenlijk stadsomgevingen
die evenveel of meer inwoners hebben dan het hele land België. En ze zitten niet zo gek ver van het hele land Nederland als bewonersaantallen. Dus het is per definitie vanzelfsprekend dat aantrekkingspolen zoals Parijs en Londen door de grotere bewonersaantallen en door de grote toeristische functie die ze hebben, heel belangrijke vervoerstromen meebrengen. Anderzijds is er een historische Benelux-trein die ook wel een groot aantal reizigers kon mobiliseren en die eigenlijk zijn nut heeft bewezen met een bepaalde frequentie, met een bepaald prijssegment en dergelijke. Dus beide hebben hun logica en beide hebben hun vervoerstromen. Maar er zit een verschil tussen de Benelux-trein, wat natuurlijk geen hoge snelheidstrein is. En het ging mij specifiek om het hoge snelheidstreinvervoer. Men kan ze niet los van elkaar zien, omdat een vervoerstroom tussen twee steden, of het nu Amsterdam en Brussel is, zal altijd een optimalisatiemodel zoeken met de verschillende vervoersmogelijkheden. Vandaag de dag kan je, bijvoorbeeld als je ook Parijs erbij betrekt, je kan je voor een tientje of voor 20 of 15 euro kan je met de bus al tussen twee hoofdsteden rijden. Dat is ook onderdeel van die globale vervoerstroom. Je moet je als transporteur qua prijspositionering, qua aanbod, qua snelheid, dan heb je de concurrent vliegtuig, je hebt de concurrent auto, je hebt de concurrent bus, je hebt de concurrent langzame trein, je hebt de concurrent snelle trein. Alles samen maakt dat de vervoerstroom uit. En daarin zoek je eigenlijk een optimale benadering. En de wetgevers zullen altijd in functie van die globale vervoerstroom hun autostradenplanning, hun infrastructuurplanning en dergelijke voorzien. U bent ook even in de hoedanigheid van oud-bestuur van de NMBS, was u ook mede-eigenaar van de Thalys. Wat was uw belang daarin? Of is het belang daarin? Van NMBS, veronderstel ik dat u bedoelt. Thalys is eigenlijk een concept dat op een bepaald moment vrij virtueel was. Thalys is oorspronkelijk ontstaan uit de samenwerking van de Franse en de Belgische spoorwegen om Parijs en Brussel met de hoge snelheidstechnologie te verbinden. Dus het was eigenlijk een vervoersonderneming, maar die eigenlijk vrij virtueel was. Omdat beide ondernemingen een samenwerkingsakkoord hadden, maar dat niet hadden geconcretiseerd in een volledige vervoersonderneming. Er was wel een marketingonderneming ontstaan, maar dat was een vrij beperkte scope eigenlijk, een vrij beperkte activiteit. Later, met het aanleg van de hoge snelheidslijn, eerst naar Duitsland, naar Aken en zo Keulen, en dan nog later met de interesse van de Nederlandse spoorwegen, zijn ook de Deutsche Bahn en NS bij de club bijgekomen. Alleen zijn ze nooit in die fase eigenaar mee geworden, aandeelhouder geworden, van dat relatieve kleine bedrijfje, de marketing company die Thalys toen was. Dat resulteerde eigenlijk in een vrij heterogene samenstelling van die samenwerking. De NS heeft bijvoorbeeld twee Thalys-treinen gekocht en erin geïnvesteerd. De Deutsche Bahn heeft dat ook gedaan. De NMBS had, als ik me niet vergis, een zevental Thalys-treinen of een achttal Thalys-treinen. En de SNCF heeft er geloof ik 13 treinen onder de Thalys-kleuren. Maar ik denk dat vandaag de dag de SNCF al meer dan 500 hoge snelheidstreinen heeft. Dus gewoon een ander kleurtje zou al een bijkomende Thalys-trein kunnen brengen. Maar u was gedeeltelijk eigenaar, voor welk percentage? Ja. Wij waren ongeveer voor een goed derde van die vennootschap eigenaar. Maar dat was ook en de SNCF voor twee derde? Ja, ongeveer. Verhoudingen. Ja. Maar dat had geen relatief belang qua winstgevendheid of zo. Het was gewoon een marketingcompagnie, die deed gewoon de publiciteitscampagnes. Er waren samenwerkingsprotocollen afgesproken en met NS en met Deutsche Bahn, SNCF en de NMBS in zaken de verdelingen van de kosten en de inkomsten. Maar de inkomsten, als er wat verdiend wordt, die gaat toch naar de aandeelhouders? Nee. Die ging naar de samenstellende delen. Dus er waren protocollen gemaakt. Okay. Daarom, het is een vrij complex gegeven. Maar kan ik dan zo zeggen dat je als je kijkt naar de verdeling van de opbrengsten, dat gerelateerd is aan de treinen die je had gekocht?
Ze zijn vrij ingewikkelde protocollen. Okay. Die hebben te maken met de inzet van die treinen. Die hebben te maken met de prestaties die je daar ook leverde. Het aantal kilometers dat je op een bepaald grondgebied reed. En dat was een beetje minder in Duitsland, een beetje meer in Frankrijk. Dat had te maken met de investeringen die gedaan waren, dus in de treinen. Maar er is een belangrijke evolutie geweest in de voorbije 2 jaar. Ongeveer 2 jaar geleden hebben we met SNCF, dus de NMBS heeft met SNCF, een afspraak gemaakt om een volledige Thalys-firma, onderneming, op te richten. En die bestaat nu. En nu zijn wel die aandeelhoudersverhoudingen er. En nu is er wel die verdeling van de winst en van de opkomsten. En nu is het een 60-40 verhouding geworden, wat maakt dat het bedrijf nu als een stand-alone fungeert, met een raad van commissarissen, met een raad van bestuur en dergelijke. Ik wil met even u terug naar die periode daarvoor. Ja. Mag ik dat zo samenvatten dat naarmate er je meer Thalys-treinen over je land had rijden, dat dat land, laten we zeggen België of Frankrijk, daar dan het meeste voordeel bij had, wat meer dan Nederland en Duitsland? Dat was een van de parameters, dus in, ja. En hoe verhield nou die belangen van de Thalys zich tot het VIRA-project, tot de VIRA? Wel, Europa zegt heel duidelijk dat de internationale treinverbindingen, dat dat een vrijgemaakte markt is, die is geliberaliseerd. Dat betekent heel concreet dat VIRA met soms dezelfde, soms andere aandeelhouders, maar eigenlijk met dezelfde stakeholders, maar niet altijd dezelfde, een concurrent werd op een deel van de route die ook de Thalys rijdt. Dus Thalys rijdt Parijs, Brussel, Amsterdam. VIRA ging natuurlijk Brussel, Amsterdam rijden. Ja. Met als twee stakeholders NS en NMBS, volgens de samenwerkingsafspraken die ze hadden gemaakt. Thalys zat je met 4 stakeholders, waarvan er 2 de kern aandeelhouders waren, NMBS, SNCF, maar ook NS en ook Deutsche Bahn. Ja, maar je kunt zeggen dat het wel een concurrent was van de Thalys. Gedurende enkele dagen toch, ja. Gedurende enkele dagen, ja. En het had nog langer kunnen zijn ook, wellicht. Even terug naar de VIRA als concept, als van hoe gaan we die HSL-lijn benutten. Als je nou moet zeggen voor wie het het belangrijkste was. Was dat nou belangrijker voor de Nederlandse spoorwegen of voor de Belgische spoorwegen? Ik denk dat het voor de Nederlandse reiziger het belangrijkste was. Dat de Nederlandse staat mee inzette op een technologie van de 21ste eeuw. Duitsland deed dat, België deed dat, Frankrijk deed dat, Italië deed dat, iedereen deed het, Spanje deed het. Ik zou het persoonlijk heel jammer hebben gevonden voor de Nederlandse reiziger dat een technologische ontwikkeling van toch een maatschappelijk belang, dat men daarvan verstoken was gebleven. Zeker, dus. Maar de vraag was voor wie het zwaarste woog. Mogen we concluderen dat het voor de NS wat zwaarder woog dan voor de NMBS? Ja, commercieel gezien denk ik dat het inderdaad belangrijker was in de strategische ontwikkeling van NS dan voor NMBS. Ook al omdat NS heel duidelijk voor een internationale expansie had gekozen. Dus u hebt treinen gepiloteerd door NS in de UK rijden. U hebt treinen in Duitsland rijden onder de NS-vlag. Dus NS had duidelijk een internationale ambitie. En daarom ook al was het voor hen van groot belang, denk ik, dat men op die internationale technologische ontwikkeling mee kon gaan. Ja, dus het woog extra zwaar, zeg maar, voor NS. Wat zwaarder dan voor de NMBS, die tenslotte ook al de Thalys had, uiteraard. Ja, maar wij waren niet boos dat er een hoge snelheidslijn kwam van Antwerpen naar Amsterdam. Nee, het gaat me even over de verhouding. Niet dat u daar tegen was, maar het ging me even over dat het voor een zwaarder product was, een zwaardere doelstelling voor NS, omdat hij zich internationaal ook wilde ontwikkelen dan in relatie tot wat NMBS allemaal deed en voor plannen had. Dat is mijn aanvoelen, maar natuurlijk ben ik niet de meest aangesproken zegspersoon om voor de Nederlandse strategie van NS te praten. Die kunnen voor zichzelf spreken. Ja. In 2000 hebben Nederland en België afspraken gemaakt over een hoge snelheidsverbinding tussen Amsterdam en Brussel. Maar er zijn eigenlijk toen geen afspraken gemaakt over de trajecten, zeg maar, Breda-Brussel of Den Haag-Breda-Brussel. En
In 2005 zijn minister Peijs en de Belgische minister Van der Lanotte, die hebben toen afspraken gemaakt over de verbindingen Breda-Den Haag. En die afspraken houden onder andere in dat de Belgische spoorwegen een vierde Vira zouden komen. En dat zou daar het resultaat van zijn, om deze verbindingen mogelijk te maken. Waarom heeft u die vierde Vira nooit gekocht? Dus de afspraken die er zijn gemaakt in 2005, ik dacht dat het maart 2005 was, gingen in principe over twee onderdelen. Er was een mogelijke rittijdenclaim die Nederland dacht te kunnen realiseren ten opzichte van de Belgische staat. Daarom ook is er een Belgische federale minister gemobiliseerd geweest. En dat was niet leuk, want men praatte toen over een dimensie van ja, ergens tussen 0 en 300 miljoen euro. En het was de Nederlandse minister die op dat moment zei, kijk eens, maar we zijn goede buren, misschien zou het leuk zijn dat die verbindingen die we in de afspraken van 2000 niet hebben gemaakt, om de verbinding met Den Haag, met Breda te realiseren, dat die zouden kunnen gebeuren. Geen onlogische vraag. Men heeft toen de afspraak gemaakt dat die zouden gerealiseerd worden. Den Haag, Breda, Antwerpen, Brussel, dus u kent het hele parcours. En dat de NMBS en NS ieder een bijkomende Ansaldo Breda-trein zouden moeten kopen dan. NS heeft dat onmiddellijk gedaan. De Nederlandse minister heeft toen ook heel netjes dat akkoord gemeld en aan het Nederlands parlement en aan de Nederlandse ministerraad. De Belgische minister heeft dat nooit gedaan. En ik kan me voorstellen dat daar ook een bepaalde reden van was. De wet van 1991 in België op de autonome overheidsbedrijven zegt heel duidelijk dat, en ik denk dat dat nog verscherpt wordt door de Europese regelgeving ter zake, dat indien in het internationaal reizigersvervoer, als dat je daar investeringen wil gaan doen, dat die eigenlijk door de onderneming moeten gebeuren, en dat die volledig binnen de verantwoordelijkheid van de onderneming vallen. De Belgische staat kon ons dat niet opleggen. Als ik u mag onderbreken. Ja. Het gaat me even over er zijn afspraken gemaakt door ministers in 2005. En mijn vraag was eigenlijk waarom u de trein niet heeft besteld. Nou, ik probeer. Ik maak een omweggetje en ik verontschuldig me ervoor. De minister kon op dat moment de NMBS, volgens de Belgische wetgeving, volgens de Europese wetgeving, helemaal niet engageren. Dus hij heeft een engagement genomen, dat was tenminste het aanvoelen van de Nederlandse minister. Hij heeft een engagement genomen, maar hij kon dat helemaal niet. Dus indien de NMBS zich engageert, engageert de NMBS zich, maar een derde partij kan volgens de wetgeving op de autonome overheidsbedrijven, een minister kan zich zomaar engageren. Nee, maar luister, de NMBS engageert zich. Nee, de minister heeft gezegd, maar u was daar toch ook. U zei zojuist, ik kan me dat voorstellen, maar wij kunnen constateren dat NMBS dat niet gedaan heeft. Nee, was dat een financiële afweging? Het was een afweging, één, van verantwoordelijkheid, juridische verantwoordelijkheid. Een partij kan een derde partij niet engageren. Nee, maar dat is niet relevant. Is heel relevant, nee, denk niet ik. Relevant. Nee, wat relevant is, wat u wil, wat NMBS wil. Oh. En mijn vraag is, ik snap de juridische verantwoordelijkheden, maar het gaat om de vraag, waarom heeft NMBS die vierde trein niet gekocht? Mijn positie toen, die ik aan ongeveer elke minister sinds meneer Van der Lanotte en ook aan meneer Van der Lanotte heb laten weten, is, indien u wenst dat die trein gaat rijden, dan zult u voor die trein moeten betalen. Want die trein zal ons een bijkomend operationeel verlies per jaar opleveren. En wij welke hebben ook orde, in onze kapitaalsplanning hebben wij die investering niet voorzien. Dus als u ons ongeveer 20 miljoen euro extra geeft voor die trein en u engageert zich als Belgische staat ad vitam aeternam om ongeveer 10 à 12 miljoen euro voor die verbindingen elk jaar bij te passen, ja, dan gaan we die trein laten doen. Okay. Maar ik ga de onderneming die ik leid niet doen investeren in een trein die een bijkomend operationeel verlies voor de vernootschap zal brengen. Zeker, dat is helder. U zegt, ik leid dan 12 miljoen verlies op die afspraak die gemaakt is tussen de ministers per jaar. Dus als de Belgische overheid 12 miljoen aan NMBS had gegeven, dan had ik dat uitgevoerd. Nee, had de Belgische staat zich geëngageerd voor de volledige levensduur
van die hoge snelheidsverbinding naar Den Haag en Breda, stel nu dat dat 25 of 30 jaar is, of misschien wel altijd, plus de 20 miljoen. Dus neem nu, om het makkelijk te rekenen, 30 jaar plus 10 miljoen, dat is 300 miljoen plus 20 miljoen. Had meneer Van Lanotte of een van zijn opvolgers zich geëngageerd voor 320 miljoen euro, ja, dan hadden we uiteraard die trein gedaan en hadden we met veel plezier die trein laten rijden. Vindt maar dat was niet in het belang van de vennootschap. En daarom heb ik aan mijn raad van bestuur, mijn raad van commissarissen voorgesteld, om dat enkel te doen als ook de regering zou, dat engagement zou nemen. Zeker, maar dat is helder. Vindt u dat de Belgische overheid dat had moeten doen? Er is een afspraak gemaakt, zeg maar. Wel, onze Belgische overheid functioneert via een parlementair systeem. Dus wie ben ik om daar instructies te geven? Ik voer het beleid uit. Nee, maar ik zeg niet dat u instructies moet geven. Maar ik vraag naar uw mening. Er maken twee ministers, zeg maar, hè? Twee regeringen. Twee mensen die namens twee regeringen spreken, die maken de afspraak. We gaan dat doen. Had het dan niet in de reden gelegen dat zeg maar de Belgische overheid NMBS voldoende middelen had gegeven om dat ook, laten we zeggen, financieel fatsoenlijk uit te kunnen voeren? Ik denk dat de beide ministers die toen samenkwamen ieder een andere agenda hadden. Ik denk dat meneer Van Lanotte als eerste objectief waarschijnlijk had om die mogelijke claim weg te halen van het bord. Ik denk dat de Nederlandse minister vooral geïnteresseerd was toen om haar inschatting, veronderstel ik dan, om de fouten die in 2000 waren gebeurd, om Den Haag niet met een internationale treinverbinding te voorzien en Breda. Maar wat is zo'n gezamenlijke afspraak dan waard? Ja, dan moet je aan de personen vragen die die afspraak hebben gemaakt. Ik heb alleen vastgesteld dat maar die afspraak... Kunt u zich voorstellen dat in ieder geval van Nederlandse zijde, minister Peijs was dat toen, dat die zeer teleurgesteld waren dat van Belgische zijde die belofte niet werd nagekomen? Teleurstelling begrijp ik altijd, maar dat is een persoonlijk gevoel natuurlijk. Het heeft mij vooral verrast dat de verschillende ministers door hun administratie onvoldoende zijn geïnformeerd over de juridische verhoudingen die eigenlijk aan de basis lagen van die afspraken. Voor mij had toen Verkeer en Waterstaat, nu Infrastructuur en Milieu, heel duidelijk moeten melden aan de minister en aan de latere ministers dat eigenlijk die Belgische minister zich niet had kunnen engageren voor dat engagement. Maar en er is een onvoldoende beleidsvoorbereiding geweest. Ik vind persoonlijk dat de verschillende ministers, en dat gaat later verder ook naar meneer Eurlings toe en zo, een beetje slachtoffer zijn geweest door een onvoldoende voorbereiding door Verkeer en Waterstaat, nu Infrastructuur en Milieu. Ik weet niet wanneer de naam is gewijzigd. Dit vind ik toch wel heel bout. Dat bevreemdt mij. Je mag er toch van uitgaan. Stel dat u minister Van der Lanotte zou zijn geweest. En ik minister Peijs. In België gaat er nu een schaterlach op. Ja, maar stel dat we dan, en wij spreken dit af, dan mag ik er toch van uitgaan dat u vanuit België op uw manier die zaak regelt. Ik denk dat dat een correcte samenvatting dat is. Dat mag ik toch aannemen. En dan bekruipt me toch nog de vraag, want die claim van 300 miljoen, die rijtijdenclaim, die is van tafel gegaan. Mogen we dan concluderen dat door de Belgen een soort truc is uitgehaald om die claim van tafel te krijgen? Nee. Dat is de verkeerde intentie die u meneer Van der Lonte toedicht. Ik denk dat hij ter goeder trouw heeft onderhandeld wat hij heeft onderhandeld. Hij heeft waarschijnlijk zelf ook over het hoofd gezien dat hij de NMBS niet zomaar kon engageren. Bovendien was die claim tijdelijk van tafel, maar is die ook teruggekomen in latere gesprekken. Want toen de verschillende volgende ministers van mobiliteit dan met hun collega's samen zaten, is die claim terug op tafel gelegd. Ja. Het niet uitvoeren van het engagement heeft automatisch die claim teruggebracht. En die is pas in december 2012 definitief van tafel gegaan. Ik wil nog even een periode daarvoor, naar 2010. Want Nederland kon die naleving niet afdwingen, want het waren eigenlijk gezamenlijke conclusies, gezamenlijke afspraken, maar hadden geen kracht van wet, zeg maar. En nou spreekt minister Eurlings met zijn Belgische collega Vervot over die afspraken. En u was bij dat gesprek aanwezig. Waarover werd toen gesproken? Over onder meer, vooral de Vira, de verbinding naar Den Haag.
Meneer Eurlings was daar aanwezig met een van zijn adviseurs en met iemand van zijn administratie. Ikzelf had het genoegen om de minister te mogen bijstaan met iemand van haar kabinet. Minister Eurlings heeft toen onder meer ook dezelfde vraag gesteld. Wanneer komt nu die trein naar Den Haag? En dus eigenlijk de consequente houding van elke minister die er op dat moment was geweest. Ik voelde wel bij minister Eurlings een zeker van... Oei, dat is een dossier dat wel eens nog heel lang kan gaan aanslepen. Hij heeft toen heel even ook gepraat met de persoon die aanwezig was van Verkeer en Waterstaat. En men is toen heel stram op de eis blijven zitten van de afspraak van 2005 moet... Ja, die moet worden nagekomen. Maar wat was uw oplossing? Wat was uw voorstel toen in 2010? Wij hebben toen heel sterk open kaart gespeeld. Wij hebben de winst- en verliesrekening die voorlag van namens de NMBS over de verbinding naar... Want we spraken voornamelijk over Den Haag en Breda, beide. We hebben aangetoond dat eigenlijk het concept in Breda, om eerst Breda binnen te moeten gaan met de hoogstaanstijl en natuurlijk buiten te gaan, dat vrij onproductief was. En dan ook Den Haag, voor een hoge snelheidsverbinding lag dat extreem moeilijk, om de eenvoudige praktische reden dat Den Haag niet op de hoge snelheidslijn ligt. Dus dat betekent dat je die hoge snelheidstrein eigenlijk aankoopt en dat je hem dan tussen al de sprinters en de IC's en al moet doorrammen eigenlijk naar ergens naar Den Haag, Hollandspoor of wat dan ook. Wat heeft u voorgesteld toen? Wij hebben toen aangetoond wat ons verlies zou zijn en wij hebben toen verschillende pistes onderzocht of aangetoond dat er verschillende mogelijke pistes waren. Een oplossing voor Breda te onderzoeken, NS te laten betalen voor een klassieke trein, zo'n beetje het concept dat later ook door de stad Den Haag zelf is gelanceerd, een klassieke trein te laten rijden. Dus wij hebben toen verschillende technische pistes conceptueel aangeduid en we hebben eigenlijk de winst- en verliesrekening van de verbinding Brussel-Den Haag aangetoond aan de zijde van de NMBS. Ja, maar u wilde een meer klassieke trein laten rijden? Dat was een van de technische opties. Dat was eigenlijk een van uw voorstellen. Waarbij u zei, we verdelen het verlies. Want u noemde bijvoorbeeld een jaarlijks exploitatieverlies van 20 miljoen. Dat er een gezamenlijke winst- en verliesrekening was. Waarbij ook de bottom line, de resultaten, fair zouden verdeeld worden. Ja. Omdat in de voorbije jaren de klassieke Benelux-trein, want eigenlijk was het een beetje de klassieke Benelux-trein dan, dat de klassieke Benelux-trein voor de NMBS hele zware verliezen heeft gedaan. Dat had te maken met de totaal verschillende politiek van infrastructuurkosttoewijzing aan individuele of globale treinen. De politiek tussen beide landen is totaal verschillend. En dat maakt dat je eigenlijk voor eenzelfde trein, met hetzelfde personeel, met dezelfde prijs voor een rit, met dezelfde aantal reizigers, dat je daar aan de Nederlandse kant een winst zag ontstaan en aan de Belgische kant een verlies. Het was dezelfde trein, met dezelfde mensen, met hetzelfde kaartje, zelfde prijs. En dat kon niet blijven duren. En het had te maken met dat in Nederland er een concessiestelsel was en dat aan België u eigenlijk per trein moest betalen. Ja, u hebt een vrij goedkoop concessiestelsel in Nederland dat globaal gaat. In België is er in 2005 is de infrastructuurkost bijna verdubbeld. Dat is een beetje een boekhoudkundige ingreep geweest tussen de staat, Infrabel en NMBS. Om buiten de consolidatie van de staat te blijven. Maar dat maakt de individuele infrastructuurkost per trein vrij hoog. Okay. En een laatste vraag van mij op dit punt. Want u zegt van had Nederland maar gehad op mijn voorstellen in 2010. Hè, toen ik sprak met minister Eurlings. Want dat voorstel van toen was eigenlijk veel beter dan het uiteindelijke voorstel wat er in december 2012 is gekomen. Kunt u even heel scherp aangeven wat nou het verschil is tussen wat u toen voorstelde en wat het uiteindelijk is geworden in 2012? Het verschil daaraan tonen, in 2012 zijn we nog ietsje te vroeg. Je moet eigenlijk naar de eindoplossing kijken na het wegvallen van de FIRA. Want als je dat dan bekijkt, zitten we met eigenlijk een hele goede mix. Dus wat waren de objectieven van de Nederlandse regering? Ik onderbreek u even, want... We moeten gewoon even heel strak
opereren. Het gaat me even naar de oplossing die u in 2012 afsprak. Want later is er weer veel gebeurd. Maar kunnen we concluderen dan dat in 2012, wat er toen is uitonderhandeld met staatssecretaris Mansveld, dat dat slechter was, als we kijken qua verbinding tussen Den Haag, Breda, Brussel, als wat u in 2010 voorstelde? Wel, ik staat u mij toe, gewoon voor mijn eigen gedachtenondersteuning, dat ik even die zaken op een rijtje zet. In 2010 gingen we uit van een Vira die zou rijden. In een frequentie die... Ik wil even focussen op Den Haag, Breda, Brussel. Niet de Vira Amsterdam, Brussel. Maar het was wel onderdeel van het gemeenschappelijk korfje. Dus het zat in hetzelfde mandje. Toen hebben we gezegd, kijk eens, als we de Vira gaan laten rijden... en we moeten een trein vanuit Den Haag laten komen... dan moet iemand mee de factuur betalen. Dat zou dan NS zijn geworden. Dat is één element. 2012... zijn we dan uitgeraakt, waarbij de klassieke trein volledig wegviel en de Vira begon te rijden. En dan was Den Haag, stond niet op de verbinding. Nog stond Breda op het lijstje toen. Dus op dat moment was het objectief van Den Haag een internationale verbinding te geven niet gerealiseerd. Oké, dus dat is de uitkomst, de voorlopige uitkomst was dat in 2012? In 2012 zijn we enkele dagen voor de Vira beginnen rijden is, hebben we aanvaard, één, om de trein te laten rijden, hebben we uitvoering gegeven aan het wegvallen van de Benelux-trein, die trouwens in 2000 mentaal was geschrapt, en zijn de Vira's enkele dagen beginnen rijden, ja. Goed, ik kijk naar mijn collega's. Ik heb een hele korte vraag nog over 2005, even terugkomen. U zei, ik begrijp heel goed dat minister Peijs bepaalde wensen had over die trajecten Breda-Brussel en Den Haag-Brussel. Dus dat gesprek met de heer Van der Lanotte. Maar, zei u ook, u had daar een mooie uitdrukking voor, ik heb aan iedere minister, wie dan ook, ad vitam aeternam, tot in het eind van het eeuwige leven verteld, wij moeten dat betalen uiteindelijk als NBS. Dus dat wist toch de heer Van der Lotte toen hij dat gesprek met mevrouw Peijs inging? Ik weet niet of hij zich dat realiseerde. Dus ik ben aangetreden als hoofd van het directiecomité van NBS op 1 februari. Meneer Van der Lotte is denk ik in maart... in het gesprek gegaan waar daar afspraken zijn over gemaakt. Ik ben toen door een van mijn medewerkers, directeur-generaal meneer Pardon, benaderd geweest met de vraag, ja kijk eens, ik word gevraagd om een beetje onze vice-eerste minister en voogdijminister bij te staan in zijn gesprek met de Nederlandse minister. Ik was mij niet bewust op dat moment wat de thema's gingen zijn en ik was me al helemaal niet bewust van het feit dat hij de NMBS zou gaan engageren om daar even een trein bij te kopen en zo. Dus ik kan me ook heel goed voorstellen dat hij, en spoorwegzagen zijn vrij complexe materies, er worden zelfs onderzoekscommissies voor in het leven geroepen, dat hij niet besefte dat hij een hele zware financiële verplichting op de schouders van de NMBS ging laden. Dat is allemaal heel snel gegaan, dat is allemaal zo'n beetje... een beetje te snel gegaan. Dus bijvoorbeeld ook nooit proactief naar onze Raad van Commissarissen gebracht. Goed. Het werd ook wel het ministerieel akkoord genoemd. Eind van het liedje is dus dat de facto het geen akkoord was. Maar ik stel samen met u vast dat dat akkoord op een bepaald moment door minister Magnet en in aanwezigheid van mevrouw Schulz van Hagen dan als niet uitvoerbaar werd verklaard. Maar u wist vooraf dat de heer Van der Lotte die toezegging ging doen? Nee. Maar u wilde van die rijtijdenclaim af? Maar de rijtijden... Dus ik ben aangetreden dus als voorzitter van het directiecomité op 1 februari 2005. In maart al vinden die gesprekken plaats. Nu, ik had waarschijnlijk alles al moeten weten en alles nog veel beter moeten bekijken. Maar dat was niet het geval. Die rijtijdenclaim, dat was een heel abstract gegeven op dat moment. Want... dan kan je uiteindelijk nog de vraag stellen, die rijtijdenclaim, mocht die al worden gerealiseerd,
tussen staten geweest. Dat was dan tussen de Nederlandse staat en de Belgische staat geweest. Hoe je dat arbitreert, voor welke rechtbank dat je dat doet, hoe dat in de midden wordt geregeld, dat weet ik niet. Daar heb ik weinig ervaring mee. Dus ik kan me voorstellen dat zijn eerste prioriteit terecht was om van die claim af te geraken. En dat hij heeft, ja, een trein. Ja, voor veel mensen is een trein maar een trein. Maar men denkt niet aan de achterliggende resultaatsrekeningen. Dat heeft trouwens veel spoorwegondernemingen al in de problemen gebracht. Is het logisch te veronderstellen dat nog ergens in 2005... minister Van der Lanotte geweten zal hebben dat die afspraken betekenden dat de NMBS geld moest gaan uitgeven en dat de NMBS niet van plan was dat te gaan doen? Wel, wij hebben onmiddellijk aan zijn diensten gemeld. Dus nadat ik het akkoord had gezien, heb ik aan zijn diensten gemeld dat uitvoering van dat akkoord impliceerde dat er een financiële geruststelling aan de NMBS zou worden gegeven. En ik moet ook melden, ter verdediging van meneer Van der Lanotte, dat hij al heel snel als voogdijminister is opgestapt om voorzitter van zijn politieke partij te worden. Hij is dan opgevolgd door staatssecretaris de heer Tuibens, die uiteraard ook druk op mij heeft uitgeoefend om die trein te kopen, maar ik heb hem hetzelfde antwoord gegeven. Dus meneer Van der Lanotte was al vrij snel, maanden na die akkoorden, al opgestapt uit de regering. Okay, hoe dan ook, laatste vraag op dit punt. Voor de Nederlandse andere kant van de tafel was het akkoord de facto weg. Wel, het akkoord is eigenlijk volledig weg. Dit punt? Op elk punt. Door minister Bagnet, die dat is de eerste minister die ik persoonlijk heb horen zeggen aan een Nederlands minister van sorry, we hebben dat geld niet, dat kunnen we niet maken, dat gaat niet gebeuren. En dat heeft dus 5 jaar moeten duren. Mevrouw Vos. Ja, meneer de Scheemaker. We gaan naar de partij met wie u samenwerkt, de NS. De Nederlandse Vira's die zijn gekocht door NSFSC, dus die Ierse dochter. En dat was niet de partij die ook zou gaan rijden met de Vira's, dat was HSA. Merkte u nou verschil in de belangen tussen NSFSC enerzijds en HSA anderzijds? Ja. Leg uit. Een spoorweggebeuren is per definitie al een heel complex gebeuren. Dus als je dat gaat managen, heb je er alle belang bij om dat zo eenvoudig mogelijk te doen. Wij hebben heel dat vierde gebeuren met een klein team proberen te runnen. Als we met onze Nederlandse collega's en vrienden aan tafel gingen zitten, dan moest je altijd heel goed kijken wie welke pet op had. Want je zat er vaak met tenminste 4 verschillende onderdelen van het concern. Je kan met de hoofddirectie er zitten, NS. Je kon er zitten met High Speed Alliance, want andere samenstelling, andere raad van commissarissen, andere alles. En dan ineens kwam je uit Ierland weer een aantal mensen tegen van NSFSC. Dat is ook weer een andere dochter, ook weer met eigen regeltjes en toestanden en verantwoordelijkheden en directeurs. En als je dan die paar terreinen die wij dan eventueel gingen kopen moest onderhouden, dan moest je weer met een heel andere tent van binnen de groep gaan praten. En dan zat je met Netrain. Dus voor ons was dat, en wij zijn er misschien een beetje eenvoudig in geweest, maar was dat een heel complex gebeuren waarbij verschillende belangen heel duidelijk speelden. En ja, dan in een complex gebeuren, een complexe beheerstructuur, dan vraag je eigenlijk om een multiplicatie van je problemen. Want wat zijn dan de gevolgen voor zo'n project, die verschillende belangen? Wel, HSA, die waren virtueel failliet, omdat ze elk jaar heel veel geld moesten geven voor de concessie. Die moesten in 2007 beginnen rijden en zijn er 5 jaar lang maal de concessie. Dan ben je niet ver weg van 800 of zo miljoen euro die ze hebben betaald. Dus heel hun maatschappelijk vermogen was opgesoupeerd. Wat was dan het belang van HSA, als u dat dan zei? Ja, die wilden zo snel mogelijk gaan rijden, want anders moesten ze concessievergoeding betalen zonder dat ze een trein hadden. NSFSC die wilde natuurlijk een trein die volledig in orde was, maar hadden eigenlijk te weinig engineering know-how om dat allemaal goed te kunnen beoordelen. Dus die bleven ook zowat voorzichtig aan de lijn staan, maar toch, dat waren het kreten die dan kwamen. En dan had je de mensen van Netrain, die natuurlijk ook
heel graag die treinen snel zagen komen. Want die hadden een hele werkplaats uitgebouwd in Watergraafsmeer. En die zaten er ook eigenlijk te wachten, want er gebeurde niks. Dus dat was ook heel vervelend. Dus dan had je weer een ander spanningsveld. En dan had je natuurlijk NS, de hoofddirectie. Die kreeg natuurlijk een boel politieke druk. En die zaten dan met die vervelende Belgen. Die moesten dan een trein kopen. Dus het was allemaal heel complex. En dat was heel vervelend eigenlijk om daar afspraken te maken. Maar hoe merkt u het dan concreet? U zat aan tafel met die vier partijen die allemaal wat anders wilden? Ja, dan krijg je heel verschillende signalen soms. Hè. Dus dan, als je dan de vraag stelt van, ja, gaan die treinen wel oké zijn? Mm-hmm. Ja, dan hoorde je wel iemand zeggen ja. En dan hoorde je iemand zeggen misschien. En dan hoorde je iemand anders zeggen, ja, ik twijfel eraan. En dan zelfs binnen hetzelfde bedrijf had je nog vaak twee stromingen. De ene ingenieur dacht zo en dan de directeur dacht zo. Dus je kreeg, op zijn zacht gezegd, soms wel verschillende signalen. En wat wel leuk is, want dan, als je dan goed distilleert, dan krijg je ook de waarheid eruit. Hè. Dus u kreeg verschillende signalen. Was het ook lastiger afspraken maken? Onderhandelingen zijn vaak moeilijk, omdat beide partijen de eigen belangen proberen te verdedigen. Maar uiteindelijk zijn we erin geslaagd om bijvoorbeeld met Netrain hebben we daar concrete afspraken gemaakt over het onderhoud van de drie treinen die wij zouden kopen. Die afspraken zijn op een normale, correcte manier verlopen, denk ik. Mm-hmm. Maar hoe groter de tegenstellingen in de belangen en hoe groter de belangen die spelen, hoe moeilijker het is om een partij te overtuigen om tot een afspraak te komen. En dat hebben we ook wel meegemaakt. En dat heeft relatief weinig met cultuur of met... Dat heeft gewoon met een verschillende agenda, verschillende belangen en de hoegrootheid van de belangen te maken. Ja. Nog even door op NSFSC. Nam de NS nu risico's op de aankoop van die treinen door die eerste dochter te laten doen? Ja, na de wedstrijd kent men de uitslag natuurlijk. Maar ik heb persoonlijk nooit begrepen... je zit met NS en de Nederlandse staat is 100% eigenaar. Ik zou het zelfs niet durven voorstellen om bij NMWS vroeger een fiscale dochter ergens in Ierland of waar dan ook op te zetten die eigenlijk, als je het echt heel fijn bekijkt, gewoon bedoeld was om belastingsvermindering voor een dochter van de Nederlandse staat eigenlijk te organiseren. Dus op die manier, ik vond dat een beetje, ik wil niet over moraliteit spreken, maar ik vond dat toch een heel rare... Ik zou het niet durven. Dan heb je een onderdeel waar normaal bij elke andere spoorwegonderneming je aankoopdienst, onderdeel van de hoofdmaatschappij NS, treinen koopt. Mm-hmm. En die mensen kennen dat en weten dat en kennen lastenboeken en zo. Zat nu ineens een heel ander team ermee te praten en zaken te onderhandelen. En die moesten dan extern projectmanagement gaan halen. En wij moesten wel mee, want wij hadden maar 3 treintjes. Dan zat je met 16 treinen en dan wij gingen mee in de slipstream dan. Maar we vonden dat heel eigenaardig. Dat heeft zeker niet bijgedragen tot een goede oplossing van de problemen die er sowieso waren. U heeft net gezegd wat u daarvan vond, even vanuit staatsdeelnemerperspectief. Maar vond u het ook risicovol om het daar te beleggen? Ik zag er geen enkele toegevoegde waarde in. En het kopen van treinen is altijd al een moeilijk gegeven. Er bestaat niet zoiets als een winkel waar je een volledig klare trein kan kopen. Dus je moet sowieso met een ander veiligheidssysteem, een ander dit, een ander stroomtoegang en zo. Dus het is altijd al een beetje een engineering uitdaging. Als je dat nu bij een fiscale dochter gaat zetten, waar fiscalisten en boekhouders en financiële mensen zitten, dan vraag je eigenlijk, je neemt weer een beetje meer afstand. Ik vond dat iedereen te veel op afstand ging, terwijl je eigenlijk bovenop het probleem moest zitten. Want als u nou het verschil tussen de aanpak van de NS met al zijn deelorganisaties, filialisering heeft u het volgens mij in uw boek genoemd, zet tegen de aanpak van NMBS, wat is dan het verschil? Nou, de vergelijking gaat niet volledig op, want voor de NS was dat een veel belangrijker project dan voor de NMBS. Wij kochten 3 treinen, ja. Zij kochten 16 treinen. Ja. Zij gingen ook het onderhoud doen. Er was ook een element van binnenlandse dienstverlening die meespeelde. Dus ik zou nooit in zulke mate filialiseren, denk ik. Ik had tenminste NSFSC niet gedaan. En ik had zeker HSA ook niet gedaan. Want de toegevoegde waarde van HSA ontstond alleen vanuit die concessieperspectieven. En dus ergens, en dat klinkt misschien een beetje bout, maar uiteindelijk heeft de Nederlandse staat door het absoluut wensen in concessie brengen van die hoge snelheidslijn
mee een soort lawine van probleemoplossingen doen ontstaan bij NS, die misschien helemaal niet nodig waren geweest, was die hoge snelheidslijn gewoon bij het hoofdnet gevoegd. Ik weet dat er dan 50 of 60 of 70 miljoen extra had moeten betaald worden. Dus de Nederlandse staat heeft een initiatief genomen. Ik denk niet dat dat een verstandige beslissing was. Die NS en andere spelers heeft genoopt om ook weer inventief en creatief te zijn. Ja, en dan was je vertrokken in een lawine van problemen. Gisteren zei de heer Oosthoek, dat is de, van ProRail, over de NMBS, ze stribbelde tegen. Ze stribbelde mee. In het Nederlands heb je tegenstribbelen en meestribbelen. De houding van NMBS was volgens hem een beetje met tegenzin, een beetje meewerken. Herkent u dat? Nee, mijn mensen die in al die verschillende vergaderingen zaten, hadden één duidelijke briefing gekregen. Wat we moeten doen, zullen we doen en gaan we heel correct doen. Maar we gaan niet verder in bijkomende engagementen. En onze engagementen waren Amsterdam-Brussel, 3 treinen en zorgen dat ze goed rijden. Het wegvallen van de Benelux-trein zat daarbij geïntegreerd, want dat waren de afspraken. Mm-hmm. En de briefing van onze mensen was heel duidelijk. We houden ons aan de afspraken en we zorgen ook dat wij die moeten bijpassen om Nederlandse problemen op te lossen. Dus bijvoorbeeld de ontsluiting van Den Haag, van Breda, bijkomende treinen, extra betalen, hogere frequentie. Not our problem. Tenzij natuurlijk de Nederlandse spoorwegen, wiens probleem het wel was, zouden bijdragen tot die probleemoplossing. Ja. Maar dat meestribbelen kan misschien daaraan gelegen hebben, dat u gewoon heel strak aan die... Wel, we hebben niet tegengestribbeld, maar het was heel vervelend als 4 Nederlandse partijen van NS, al die 4 koninkrijkjes binnen NS, wanneer zij onder elkaar er nu uit waren geraakt en de rekening werd soms gepresenteerd aan de NMBS, dan was het heel vervelend als iemand tegenstribbelt en zei, nou, maar ik moet die rekening helemaal niet. Wat jullie hebben afgesproken, moet niet door mij betaald worden. En dan waren ze weer terug in een slalom om een nieuwe deal te maken. Nog even kort over HSA, met wie u uiteindelijk moest samenwerken. U zei in een radio-interview een paar weken geleden, HSA speelde firmaatje. Ja. Wat bedoelde u daarmee? Wel, zowel bij mezelf als bij mijn medewerkers werd HSA, misschien terecht, niet echt ernstig genomen. Omdat in onze analyse, van op een zekere afstand weliswaar, het heel duidelijk was dat een 90% filiaal van NS uiteindelijk, als het echt moeilijk wordt, toch door NS zal aangestuurd worden. Je kon bijna je uurwerk op de datum zetten wanneer het licht ging uitgaan bij HSA. Je moest gewoon de concessievergoeding maal het aantal jaren nemen, afzetten tegen het maatschappelijk vermogen en dan vaststellen dat nog KLM, nog NS er nog eens 500 miljoen extra ging instoppen. Dus we wisten al jaren vooraf dat de dag ging komen dat een Nederlands beleidspersoon, minister of staatssecretaris, zou moeten gaan onderhandelen om toch die concessie ergens in te schuiven in het hoofdnet. Dat stond in de sterren geschreven. Alleen heeft het nog misschien 3-4 jaar geduurd voor Nederland ook tot die conclusie was gekomen. Dus u zat met HSA te onderhandelen, maar u vond van HSA eigenlijk een ballon die op ontploffen stond. In ieder geval een lege huls, in ieder geval niet. U wist dat uiteindelijk u met een andere partij zou moeten onderhandelen. Wat was HSA? Een bedrijf dat failliet ging, dat engagementen had genomen die ze niet konden waarmaken, die geen treinen hadden gekocht, maar ze moesten gaan halen bij een ander bedrijf, die onder het regime stonden van de NS-hoofddirectie. Ja. En die dan uiteindelijk moest gaan onderhandelen met een garage in Watergraafsmeer om hun treinen die niet van hen waren te laten onderhouden. Het is helder wat u van HSA vond. Mijn collega heeft nog een korte vraag. Ja, heel kort. Zei u dat wel eens tegen de NS? Waarom hebben u dat allemaal zo raar georganiseerd? En zo ja, hoe reageerden ze daar dan op? Wel, ik kan me voorstellen dat als je ten noorden van de Belgische grens staat, dat bepaalde zaken binnen het stramien van de NS-groep, dat logisch waren. Want je hebt een structuur uitgetekend en die is goedgekeurd door de Raad van Commissarissen en door ministers. En je zit in heel... Dus je doet wat je doet, ja, omdat het gewoon zo hoort en dat het zo is beslist en zo. Ik kan ook... wie ben ik van die zwakke Belgische spoorwegen die ook de eigen problemen hebben om daar de analyse te gaan maken van de Nederlandse spoorwegen. Ik heb mijn analyse gemaakt. Ik heb bepaalde zwakheden in het systeem ontdekt. En bij het realiseren van mijn objectieven en onze agenda
heb ik aan de onderhandelingstafel soms gebruik kunnen maken van die analyse. Het is niet aan mij, ik zou het zelfs niet durven, om raad te gaan geven aan de Nederlandse spoorwegen. Sterker nog, u maakte daar gebruik van. Iedereen speelt met de kaarten die jij in het kaartspel toebedeeld krijgt. En dat waren veel kaarten. Ik wil met u terug naar de aanbesteding van de treinen. Daar was u niet bij betrokken, al heeft u wel de handtekening gezet in april 2004. Of tenminste, nee. U was bij die vergadering. Maar goed, u was niet betrokken bij de aanbesteding. Maar u heeft wel in 2013 een onderzoek door Ernst & Young laten uitvoeren over die procedure, de aanbestedingsprocedure. Wat was voor u de aanleiding om dat onderzoek te laten uitvoeren? Even terug in de tijd. De aanbestedingsprocedure is gelopen in 2003. Het contract is ondertekend door de heer Leo Pardon begin 2004. En ik ben op 1 februari 2005 verantwoordelijk geworden voor het bedrijf. Ik was toen verantwoordelijk voor de vrachtafdeling. En ik was lid van het directiecomité waar dat besproken is geweest. En waar ook de bestelling van 11 naar 3 is teruggeschroefd. Wat een hele moeilijke discussie intern in België was. Dat was november 2003, toch? Die terugschroeven. Wanneer was dat? Ja, dus in die periode, dus de winter 2003 tot, ik denk dat het contract ergens in maart of april is ondertekend, dan in die periode van 5-6 maanden. Dan zijn we 2013, begin 2013. De bodemplaat komt onder de Vira uit, dus het was duidelijk geworden dat het hele Vira-verhaal met Ansaldo Breda, tenminste voor mij, was het afgelopen. En ik heb dan alle nodige maatregelen genomen om met een helder, volledig en echt 100% verhaal naar mijn raad van commissarissen te gaan. Ik heb toen in de periode dat NS en NMBS samen de 3 maanden, of het zijn maar 4 maanden geworden, die we aan Ansaldo Breda hebben gegeven, om eventueel met een technische oplossing te komen. Daar heb ik ook gebruik van gemaakt om aan een van de Big Four auditfirma's, die nog een forensische afdeling hebben, te vragen om alles wat ze van formele documenten, verslagen van werkgroepen, van stuurgroepen, raden van bestuur, directiecomités en dergelijke aan Belgische kant, om die in kaart te brengen en te onderzoeken of de aanbestedings, of de hele procedure, of ze daarin een analyse te maken, of ze daarin problemen zagen, of ze daarin zaken zagen die ons eventueel zouden kunnen verweten worden, in het geval van, mogelijk ook, een juridische afhandeling met Ansaldo Breda. Was er nou een concrete dus de concrete aanleiding was het uit dienst nemen van die zorgvuldigheid. Trein? Dus zorgvuldigheid Vira, om nog te onderzoeken. Ik wist dat Vira ten einde liep. Het kon niet zo blijven duren. Dus ik zat een paar maanden voor. Dat is een paar maanden voor we de beslissing formeel hebben genomen om met Vira te stoppen. Ja. En heb ik gezegd, hoe zijn we ertoe gekomen tot die Vira's? Want het wordt toch wel tijd. Ik had al een aantal gesprekken gevoerd. Ik had een aantal documenten gezien. Maar het was heel moeilijk om bepaalde zaken te begrijpen. Ik heb toen gezegd, er moet maar een specialist op. Ook al omdat in mijn organisatie mensen waren die ook al in het allereerste begin bij die procedure betrokken waren. Ik kon het risico niet lopen dat zij me een beetje op een dwaalspoor zouden brengen. Waren er nou concrete aanleidingen toen u dat onderzoek startte, dat er iets niet door de beugel kon? De concrete aanleiding was dat ik bepaalde beslissingen niet kon begrijpen die in die aankoopprocedure zijn genomen. Dat ik mijn verantwoordelijkheid heb genomen en zelf de briefing heb gegeven aan Ernst & Young met voorbijgaan van het directiecomité en de Raad van Commissarissen. Niemand was op de hoogte toen ik die opdracht heb gegeven, omdat ik mij niet comfortabel voelde bij de doorname van de documenten die ik toen zag. En wat was het resultaat van het onderzoek? Uiteraard een rapport. Ik heb een volledig rapport. Ik heb toen aan Ernst & Young gevraagd om niet alleen om een rapport te maken, wat ze uiteraard graag doen, dat is hun business, maar er ook een samenvatting van te maken met de highlights. Omdat je eigenlijk op dat moment in onze raad van commissarissen zat je met de eventuele beslissing om te stoppen met de Vira. Met alle consequenties, juridisch, schadevergoeding voor de reiziger, kwaliteit, dienstverlening en dergelijke. Maar ook de eventuele juridische implicaties van een onzorgvuldige aanbestedingsprocedure. Dus ik moet dat allemaal samenbrengen. Dus die samenvatting heb ik ook gekregen.
Als ik me niet vergis, op een woensdag. Ik heb die onmiddellijk ter beschikking gesteld van onze Raad van Commissarissen. Dat was in mei 2013? Dat was in mei, inderdaad. Okay. Dus de woensdag is dat gebeurd. De vrijdag, enkel de samenvatting. De vrijdag hebben we dan een Raad van Commissarissen gehad. Dat was op 31 mei, toen ik ook mijn persconferentie heb gegeven. En we waren er eigenlijk heel snel uit over de beslissing om te stoppen met de Vira-treinen. En het gros van de discussie ging eigenlijk over dat samenvattend rapport van ongeveer 11 bladzijden. De besluitvorming van onze Raad van Commissarissen op dat moment was dat, nou, dat is wel een heel moeilijk thema, we zitten daar niet goed. Er waren voorstanders om dat even te laten rusten en erover na te denken. Omdat de voorzitter... wat stond er nou in? Want in uw boek schrijft u, in de Raad van Bestuur, het rapport sloeg in als een bom. Dus we zijn heel benieuwd wat erin stond. Ja, u weet ook dat er een vertrouwelijkheidsverklaring is. Die is aangegaan ten opzichte van Ernst & Young. En dat rapport ook eigendom is van NMBS. Dus in die zin kan ik u alleen melden dat de voorzitter van onze Raad van Commissarissen de maandag daarop volgend, dus begin juni, ten persoonlijke titel dat rapport is gaan neerleggen bij de heer procureur des Konings. Maar waarom? Stond er in dat rapport, heeft het onderzoek bewijs opgeleverd dat de onregelmatigheden waren gebeurd bij de aanbestedingsprocedure? Ik denk dat er een aantal elementen van twijfel waren, waarbij men het zekere voor het onzekere heeft genomen. En zowel de voorzitter van de Raad van Commissarissen als ikzelf hebben dan het samenvattend rapport en het volledig rapport uiteraard ook, dan ter beschikking gesteld van de procureur des Konings. Wat stond erin? Niet met een klacht, maar gewoon als een mededeling, omdat er in een onderdeel van de Belgische wetgeving ook staat dat mochten er elementen zijn die zouden kunnen duiden op misschien onregelmatigheden, dan is een ambtenaar gehouden om die te melden aan het parket. Wij hadden niet die zekerheid dat er onregelmatigheden waren gebeurd, maar er zaten een aantal twijfels in die wij niet konden verklaren en waarbij nu een specialist zoals Ernst & Young onze aandacht had getrokken dat dat toch wel bijzondere elementen waren. En daarom hebben we dat gedaan. Het vervolg was dat we ondervraagd zijn uiteraard door een commissaris van het parket en dat met alle details erbij, maar dat dan enige tijd later de minister van Justitie op de tribune van het parlement van onze Tweede Kamer gemeld heeft dat mochten er al onregelmatigheden zijn geweest, dan zouden die sowieso nu zijn verjaard. Maar er stonden zaken in die samenvatting die uw raad van bestuur en u zelf ook noopte om dat dus door te geven. Heeft u nou geen bewijzen, maar alleen twijfels over de onregelmatigheden? Wel, de formulering van de minister van Justitie vond ik heel delicaat en voorzichtig. Mochten er al feiten zijn, dus die zijn helemaal niet bewezen. Twee, er zaten elementen in waar twijfel zou kunnen over bestaan. En wat waren dan die twijfels? Over welke elementen waren er twijfels? Wel, als u terugkijkt naar de aanbestedingsprocedure en de feiten die daar ontstonden, is eigenlijk een heel lang uitgesponnen procedure geweest met allerlei treinbouwers die meededen en prijzen en treinen en toestanden. En dan op het moment dat er nog één of twee treinbouwers over zijn, maar waar de aanbiedingen, de offertes, de technische specificaties, alles al heel lang afgesloten waren. Want je mag dan een offerte doen en dan moet je voor een bepaalde datum moet je dan afsluiten. Wel, dat er nog wijzigingen zijn aangebracht, nadat eigenlijk alle offertes waren afgesloten. En dat op zich is al een principieel eigenaardig punt. Je gaat er ineens van een trein van 220 km maximum snelheid naar een trein van 250. Die nooit was gevraagd, maar dat was dan een initiatief van de aanbieder. Ja, ik bedoel, dat is heel eigenaardig. Misschien was die persoon volledig ter goeder trouw. Maar als je dan het jaarrapport van de moedermaatschappij bekijkt en gewoon in het jaarrapport zie je meldingen van een aantal onregelmatigheden die zijn gebeurd, ja, dan op een bepaald moment
denk ik dat zowel de voorzitter van onze raad van commissarissen als ik zelf heb gedacht, verdorie, als je dat allemaal op een rijtje zet, ja, dan moeten we toch wel een beetje defensief reageren. Maar dat die aanwijzing in die, van de moedermaatschappij Finmeccanica, dat was circumstantial evidence, maar over het bewijs, dus die aanleiding van het opschroeven van die snelheid in de laatste fase van de aanbestedingsprocedure, dat vond u? Nee, dus waren verschillende elementen. En wat nog meer dan? De snelheid, er is een snelheid. De prijs is gewijzigd. De snelheid is gewijzigd. Is men kon ineens gebeurd? Met een nieuwe techniek. Dus het wijzigen van de snelheid van 220 naar 250 hield concreet in dat men een motor bij ging bouwen op die treinen. Dus eigenlijk de trein die men had aangeboden en waarvan de offerteperiode was afgesloten. Ineens zeggen ze, ja, we gaan die trein bouwen, we gaan er nu nog een motortje bij zetten. Mm-hmm. En dan gaat die wat meer kosten. Het was alsof, je alsof het geen normale procedure was. Het was bijna onderhands geworden. Want de heer Dupken heeft daar vorige week over gezegd, in de verhoren, dat HSA aan Ansaldo Breda heeft gevraagd de snelheid verder te verhogen naar 250 km per uur. De druk die de minister uitoefende op HSA, die heeft daarbij een rol gespeeld. Komt dat dan overeen met de verklaring die u heeft gevonden in uw onderzoek? Nee. Wat ik wel heb teruggevonden in het onderzoek is dat men vrij in de besluitvorming, als de grote jongens gingen besluiten nemen, dan dacht ik van, ze lopen een grensje over. Dus je had een klassieke structuur van werkgroepen. Ja. De ene bekeek de remmen, de andere de motoren, de andere de design, allemaal werkgroepen. En dan kwamen al die rapporten samen in een stuurgroep. En die was paritair België-Nederland samengesteld. Met twee co-voorzitters, zo hoort dat tussen buren. En dat waren meneer Dupken en meneer Pardon. En dan op een bepaald moment ontstaat er een substuurgroep. Dus de grote jongens die in de stuurgroep zitten, en er waren dan een zestal mensen geloof ik, drie. Ja, ineens, we hebben daar die gesprekken aan, dan werd het al te moeilijk. En dan gingen ze met z'n tweetjes zaken beslissen. Dat vind ik, en dat vond u ook twijfelachtig? Dat was een van de elementen die in het rapport stonden van Ernst & Young. Maar is dat twijfelachtig? Waarom doe je een stuurgroep als je daarna zegt, jongens, jullie zijn toch nog te klein om te beslissen. De grote jongens gaan dat even beslissen. Ja, misschien is dat door goeder trouw gebeurd, waarschijnlijk wel. En misschien was dat gewoon om onder druk van wie dan ook toch maar snel te gaan. Het resultaat is dat het allemaal heel zorgvuldig, weinig zorgvuldig overkomt. En dat bijzonder jammer is, omdat ja, uiteindelijk mochten die treinen schitterend hebben gereden en onwaarschijnlijk veel mensen gelukkig hebben gemaakt. Dan waren zij nu misschien de helden van de natie. Het feit is dat het allemaal heel onzorgvuldig en heel, heel moeilijk is gelopen. Hè? En die verhoging van de prijs met 1 miljoen, hoe verklaart u dat? Ja, waarschijnlijk die motor die erbij is gestoken en het feit dat ik het gevoel had uit het nalezen van de stukken dat de toon van Ansaldo Breda bij wijze van spreken wijzigde, dat ze zich veel een beetje assertiever opstelden, quasi op het moment dat Alstom had afgehaakt. Dus ergens dat. Iemand moet hen het gevoel hebben gegeven dat ze zich een beetje meer konden permitteren. En u heeft in datzelfde radio-interview 2 weken geleden ook gezegd dat NS bewust de Franse spoorwegen, SNCF, en de treinenbouwer Alstom buiten de deur wilde houden. Wat bedoelt u daarmee? Ja, er was een strekking binnen NS. Dat was al historisch. Ik ben nu zijn naam vergeten, maar meneer... die eigenlijk vrij onvriendelijk was voor SNCF en samenwerking met SNCF. En dus per definitie, aangezien in elke grote lidstaat, Duitsland, Frankrijk, Spanje, Italië, heb je een lokale treinoperator en dan een lokale treinbouwer. Dat is altijd heel eigenaardig dat het altijd die is die dan vaak de aanbestedingen wint dan, om welke reden ook. Dus ik denk dat een aantal mensen binnen NS, en zeker binnen de vroegere directie van NS High Speed, eigenlijk liever alles wat Frans was buiten de deur hielden, ook al met het oog op de eigen grote internationale ambities van NS in Duitsland, in Engeland, misschien ooit in België of in Frankrijk. Want vroeger waren we allemaal collega's, maar door de liberalisering in Europa zijn we eigenlijk allemaal een beetje concurrenten geworden. Maar u denkt het of u weet het zeker? Dat een motief was om de Fransen buiten de deur te houden? Het is heel duidelijk dat er nogal wat uitspraken zijn geweest die niet vriendelijk waren voor de proven technology van Alstom. Want op dat moment, toen die aanbesteding liep, was er eigenlijk maar één treinbouwer die een TGV in Europa bouwde. Dat was Alstom.
En die ook reed en waarvan we wisten dat wat de onderhoudskost was en zo. En dat waren de treinen die wij ook hadden gekocht. Voor ons was het ook beter geweest, maar we hebben daar niet op doorgeduwd. Maar voor ons was het veel beter geweest dat we Alstom-treinen hadden genomen. Wat hadden al, voor de Belgische spoorwegen, we hadden al Alstom-treinen bij Thalys. We hadden Alstom-treinen toen bij Eurostar. Voor ons was het eigenlijk, ja, als je een hele garage met wisselstukken hebt staan van Alstom, is het een beetje dom om dan een Siemens of een Bombardier of een Ansaldo Breda te nemen. Maar we zijn meegegaan in de procedure en uiteindelijk hebben we die Franse technologie buitengehouden. Ik denk dat het zeker heeft meegespeeld bij NS om toen toch, om toch maar te zorgen dat men niet te Frans werd. Er was een tegenstroom bij NS High Speed in de 2003, 2004, 2005 tegen de Fransen. Wie waren dat bij NS? Die tegenstroom? Ja, ik probeer nu op zijn naam te komen. Ik geloof dat uw commissie ook die persoon heeft gehoord. Ik heb hem toch op een lijstje zien verschijnen, maar ik heb het interview zelf niet gezien. Dat is een meneer die... Smulders? Van Krieken? Nee. Maar ik weet niet of dat de commissie hem heeft gehoord. Ik heb het ergens in een persartikel zien voorbij komen, dacht ik. Een recent persartikel. Ik ben zijn naam nu vergeten. Hij was een directielid vroeger van NS die ook... maar is al een tiental jaar op pensioen vertrokken. Dus, maar die persoon, zeg maar, die heeft u wel, daarvan wist u zeker dat hij het niet zo zat te wachten op. Nee, maar dat waren meldingen van mij. Ik heb nooit met hem in een vergadering gezeten. Er waren vaak mijn medewerkers die dan horen, ja, maar ze willen niet voor Alstom en ze willen niet met SNCF en zo. Ja. Wat logisch is, omdat je kiest ofwel voor een samenwerkingsmodel, wat wij hebben gedaan, of je gaat op je eigen kracht verder. En ik denk dat NS eerder die optie nam. Maar goed, u heeft dus op basis van uw gevoelens, van uw indrukken, heeft u dus dat onderzoek laten doen door Ernst & Young. Daar komen een aantal, dat is even belangrijk, daar komen een aantal onregelmatigheden uit, een aantal twijfels, die vervolgens vanwege verjaring niet zijn onderzocht. Maar de heer Meerstad heeft uiteindelijk ook gezegd dat bij de aanbestedingsprocedure van het materieel er wel wat onregelmatigheden waren, wat ongeregeldheden. Is nou... Uw conclusie, spoort dat met zijn conclusie? Of kunt u op basis van dat onderzoek van u zeggen dat er wel wat meer aan de hand was? Ik kan alleen vanuit de Belgische kant kijken natuurlijk. Ja. Recent heeft NMBS een aantal investeringsbeslissingen genomen. Hebben we een aantal bestellingen geplaatst. Op een bepaald moment, dan heb je al die klassieke treinbouwers natuurlijk. Op een bepaald moment geven we een bestelling aan Siemens. Alstom is heel teleurgesteld. En haalt je dan gewoon voor de rechter. Omdat zij vinden dat je dan onzorgvuldig bent omgegaan of verkeerde beslissingen hebt genomen. Op het kleinste detail kan een rechtbank je terugfluiten en het werk van vele jaren ongedaan maken. Ja. Dus ik denk dat als je bestellingen plaatst van vele tientallen of honderden miljoenen euro, dat het een vaste praktijk moet zijn in een organisatie dat je de regels tot in het laatste detail ook volgt. Zeker als je over heel veel geld praat, omdat je anders verdachtmakingen op je af ziet komen, omdat je dan denkt van, nou, zou er toch iets verkeerd zijn geweest. Dus daarom ben ik persoonlijk heel ongelukkig met dat rapport, omdat het eigenlijk zegt dat we niet zorgvuldig zijn geweest en dat er onregelmatigheden zijn geweest, dat dat niet helemaal in orde was. Misschien zijn dat dezelfde vaststellingen die Bert Meerstad heeft gemaakt. Aanbestedingsrechtelijke risico's, zei hij. Ja, u kan het zo noemen, maar ja. Maar u zegt, hè, dat moet je heel erg netjes doen, zeker omdat het zo over geld gaat. Uit uw Ernst & Young rapport blijkt, dat is niet netjes gegaan. Bert Meerstad zegt eigenlijk hetzelfde. Ik probeer een beetje, als hij zegt aanbestedingsrechtelijke risico's slordigheden, dat hebben we ook iemand horen zeggen. Was het van dien aard, uw rapport, of wat erger? Wij worden gescheiden door een gemeenschappelijke taal, maar ik weet niet wat je onder slordigheden verstaat, maar het waren elementen die ik voor mezelf niet kon verklaren. Ik kan heel goed verklaren als er ergens een handtekening ontbreekt, of als iemand met een verkeerde kleur van BIC heeft geschreven. Dat zijn slordigheden, die kan ik heel goed begrijpen. Mm-hmm. Het waren slordigheden, ik wil u het woord slordigheden laten, maar die ik niet kon begrijpen. En daarom voelde ik me er ongemakkelijk bij en ik was niet alleen. Ik had nooit alleen het initiatief genomen om dat bij de procureur des Konings neer te leggen, omdat ik wist dat dat een politieke bom was die mij mijn carrière zou kosten. Mm-hmm. Maar uiteindelijk heeft onze voorzitter van de Raad van Commissarissen, ter goeder trouw, en ik denk dat ze gelijk had, dat rapport gaan neerleggen. Uiteindelijk zegt de Belgische wetgeving dat wat er ook zou in hebben gestaan of zou kunnen geïnsinueerd zijn geweest, ja, dat het sowieso zou verjaard zijn geweest. Want
Op bepaalde praktijken staat er een verjaringstermijn in België van 5 jaar. En als je de bestelling plaatst in 2004, dan kan je nog met een rapport komen in 2013. Dan is die verjaringstermijn lang overschreden. Nog even over uw aanleiding om dat te doen. Want in 2004 was u wel bij die vergadering van 22 maart 2004... waarin uiteindelijk die aankoop bij Ansaldo Breda daartoe werd besloten. Bij de vergadering correct. Van de... U was daar wel bij en was het ook om die reden, omdat u bij die vergadering uiteindelijk was, dat u dat onderzoek heeft laten doen? Nee. Want u zei net, die vergadering, wat u een vergadering noemt, was een formele zitting van het directiecomité van NMBS. Daar hebben we de discussie die daar is gevoerd en eerdere discussies in het directiecomité waren, doen we de bestelling of niet? Het voorstel was 11 treinen te kopen. Mijn voorstel was er geen te kopen. Dus gewoon het project af te blazen. Onze toenmalige voorzitter van het directiecomité, de heer Karel Vink, heeft toen gezegd, kijk eens, we hebben engagementen genomen met Nederland voor de verbinding Amsterdam. We gaan op wat we geëngageerd hebben, zullen we doen. En dat houdt concreet in dat we 3 treinen kopen. Wetend dat we daarmee ook een bijkomend deficit op de NMBS gingen doen. Dus van 11 treinen zijn we naar 3 treinen gekomen. Die vergadering heb ik mee geanimeerd zelfs. En in die vergadering is uiteindelijk beslist om 3 treinen te kopen. Ik was niet aanwezig bij het ondertekenen van het contract as such. Dat is ook niet gebeurd door de heer Karel Vink, maar door meneer Leo Pardon. Ja. Nog even, ik heb net een foutje gemaakt. Het was de heer Dupken die dat zei en niet de heer Meerstad. Ik heb het dat kan zijn, ik weet het niet. Ik heb het woord aan de voorzitter. Ja, want ik wil er nog even op inzoomen. U had dus een aantal vragen, omdat u een aantal zaken niet kon verklaren. En dat betrof aan de ene kant de ophoging van de snelheid, begrijp ik dat goed? En aan de andere kant het feit dat de treinen duurder werden. En dat er na wat we noemen het best and final offers, een fase waarin aan de fabrikanten wordt gevraagd, willen jullie nu je definitieve bod doen, dat daarna nog wijzigingen zijn aangebracht, die mede veroorzaakt zijn doordat de aantallen naar beneden gingen en de treinen duurder werden. België wilde minder treinen. En Nederland wilde minder treinen. Dat waren de vragen die u had. Vragen die de commissie heeft gesteld aan Dupken, die daarop zei, in de terminologie die mevrouw Vos net herhaalde, we hebben aanbestedingsrechtelijke risico's genomen. Maar waren er nou nog andere dingen waar u vragen over had? Wel, wat mij bevreemde bij het, zowel het lezen van individuele stukken als het lezen van het rapport van Ernst & Young, was de vaststelling van het functioneren tussen 2 organisaties van de verschillende layers van management. Ja. Ik hou er niet van wanneer men in een hoekje dan met 2 mensen die zich heel belangrijk vinden dan, die gaan samenzitten en zo'n beetje hun deal gaan maken. Als je met een stuurgroep zit, met 6 mensen, dan zitten die daar, dan is dat hoofd aankoop van, ik zeg maar wat, NS en van NMBS, dan is een hoofd financiën erbij of een controller. Die hebben allemaal hun taak, die hebben allemaal hun verantwoordelijkheid. En je ontloopt vaak de kritiek niet door de kritiek buiten de deur te zetten. Want dan komt je toch wel door het kleine raampje terug binnen, zoals we nu hebben gemerkt. En dat bevreemde mij ook. Dus buiten de factuele elementen vanwege Ansaldo Breda ten opzichte van het hele proces, zijn er binnen het proces ook een aantal zaken. Ik heb ook nooit begrepen, aan onze kant, waarom het zo moeilijk was om een business case te maken. Eigenlijk, de finale cijfers zijn nooit echt volledig gepresenteerd geweest. En ik vond dat echt ontoelaatbaar. Maar we zaten ook weer onder tijdsdruk. Want je moest in 2007 beginnen. En je had in januari 2004 heb je zelfs nog geen contract getekend. Dus toen al wisten we dat het heel moeilijk ging zijn om op tijd te leveren. Maar u heeft geen bewijzen gezien van onregelmatigheden. Ik vind het belangrijk dat dat helder wordt beantwoord, die vraag. Heeft u nou bewijzen van onregelmatigheden of niet? Dus de smoking gun. Nee, ik heb, u heeft geen bewijzen ik heb van geen enkel element gezien waarvoor ik een strafrechtelijke klacht zou moeten neerleggen bij wie dan ook. Maar vragen, en u herkent de vragen en u kent dus constructies, heeft u opgewezen. Ik geef het woord aan mevrouw Vos. Over Ansaldo Breda. De heer De Leeuw was voor Ansaldo Breda het aanspreekpunt voor zowel de Belgische als de Nederlandse kopers. En hoe beoordeelt u de manier waarop hij die contacten onderhield met Ansaldo Breda? Wel, misschien toelichten. Het was op vraag van Ansaldo Breda dat er slechts 1 contactpersoon was. En het is dus ook logisch dat wij daarin NSFC zijn gevolgd. 3 treinen, 16 treinen. We waren een kleine broertje, dus het is ook logisch dat meneer De Leeuw ook namens de 3 treinen voor de NMBS de projectopvolging deed.
Ik denk dat hij zeker de kwalificaties had om dat project mee op te volgen. Maar ik denk dat er de opvolging door NSFSC van Richard de Leeuw misschien onvoldoende was. Weet ook wel dat er een zekere heisa is geweest toen hij wat berichtjes tweette van je hebt toch een mooie job, lekker eten en de zon en zo. Ja, eigenlijk moest hij onderaan de smeerput in die machine zitten, mocht hij de zon helemaal niet zien. Maar, dus dat heeft een beetje een verkeerde indruk doen ontstaan, maar dat is wel jammer. Maar ik denk dat hij naar best vermogen heeft geprobeerd zijn taak uit te oefenen. Maar dat het ook heel moeilijk was om in Italiaanse ateliers of fabrieken, om daar eigenlijk een goede opvolging te doen, wetend dat alle contracten getekend zijn en dat je een trein uiteindelijk pas kan beoordelen als die voor je neus ergens in een werkplaats van NS of NMBS staat. Dus hij deed zijn best, maar gegeven de omstandigheden was het moeilijk, lastig. Ja, het is heel moeilijk werken in een bipolaire structuur. NMBS-NS, dat is heel duidelijk. Ja. Twee, het is heel moeilijk werken met Ansaldo Breda. Drie, aan de Nederlandse zijde is er ook nooit veel ervaring geweest om met hoge snelheidstreinen te werken. Dus dat is een bijkomend element dat niet alleen op hem toeslaat, maar eigenlijk op het geheel van de organisatie. Maar ik heb geen enkele reden om te denken of te vermoeden dat hij zijn taak niet ernstig heeft waargenomen. Ja. Die koopovereenkomst met Ansaldo Breda was een zogeheten turnkey karakter. We hebben het veel over gehad hier in deze zaal. Naar uw idee, heeft dat op enige wijze de samenwerking met Ansaldo Breda belemmerd? Ik denk dat het heel verstandig is dat spoorwegondernemingen turnkey werken. In het verleden was het zo dat de grote spoorwegleveranciers, de Bombardiers en de Alstoms van deze wereld, die hadden een verfijnde techniek om eigenlijk de spoorwegingenieurs eigenlijk mee aan boord te hijsen en daarmee ook een deel verantwoordelijkheid over te dragen op de spoorwegmaatschappijen. En dan betaal je vaak dubbel. Want als je een ingenieur loslaat op een trein in opbouw, ja, dan vraag je om problemen. Dan wil je die ene knop rechts naar boven brengen, dan wil je de stoel een beetje links gedraaid hebben en zo. En voor je het weet, heb je geen basisproduct meer, maar moet je allemaal productiewijzigingen doorvoeren die dan meer kosten en die dan minder verantwoordelijkheid bij de fabrikant leggen en dergelijke. Dus turnkey is volgens mij een goede zaak. Alleen moet je dat doen, turnkey, bij bedrijven die dat aankunnen. Mm-hmm. Ansaldo Breda is in zijn evolutie als producent van spoorwegmateriaal nog een klein lichtjaar achter op de Alstoms en de Siemens van deze wereld en de Bombardiers van deze wereld, die in hun process engineering en in hun productie engineering veel verder staan. Een klein lichtjaar achter, dat klinkt als best veel. Sorry? Een klein lichtjaar achter op Siemens en Alstom? Ja, ik ben geen astrofysicus, dus ik weet niet wat een lichtjaar juist is. Dat maar, is best veel. Ik denk dat Ansaldo Breda nog altijd in die functioneringsmode zit door in samenwerking met de Italiaanse spoorwegen. Ik denk dat veel andere spoorwegoperatoren, zoals Deutsche Bahn, zoals NS, NMBS, de Fransen, iedereen, nu al de verantwoordelijkheid duidelijk willen leggen waar die moet liggen, namelijk bij de producent, dat men turnkey gaat. Men geeft heel goede specificaties, men doet een projectopvolging, maar men beoordeelt de trein op basis van het heel gedetailleerde lastenboek dat dan voor ligt. Ansaldo Breda zat nog meer zo in de fase van, kom maar kijken, als je wilt, dan leggen we die kabel anders, dan gaan we de knopje anders doen. En dat was, daar zit je ook met twee verschillende culturen dan. Dus twee verschillende culturen. En u heeft heeft u nog meer voorbeelden van waaraan ik kon zien dat Ansaldo Breda wat achterliep op de andere fabrikanten? Wel, ze hebben nooit gekozen voor een specialisatie. Dus Ansaldo Breda is een relatief klein bedrijf. Zeker als je dat vergelijkt met de transportdivisies van Alstom en Siemens en zo. Maar dat een bedrijf dat wel heel veel types producten aanbood. Je kon er trams kopen, je kon er locomotieven kopen, je kon er treinen kopen, hoge snelheidstreinen, je kon allerlei toestanden kopen. Nee. Maar elk van die product specialisaties hadden relatief weinig omzet, vonden relatief weinig klanten. Dat maakt dat je eigenlijk een relatief beperkte know-how-basis daar hebt. En dat hebben we gemerkt. Heeft Ansaldo Breda ooit NMBS gevraagd om meer ondersteuning of advies? Er zijn af en toe ingenieurs van NMBS ook meegegaan met de collega's van NS of zo. Wij hebben vooral de draaistellen bekeken in een van de Napolitaanse fabrieken.
Iedereen had daar zo'n beetje zijn eigen ding. Maar je kon niet echt tussenkomen tot die trein was afgebouwd. Hè. Vanwege het contract? Ja, vanwege het contract. Vanwege het feit dat het een turnkey project was. Ja. En over Ansaldo Breda, u zei er net wat over. Ze waren heel breed. Maar hoe beoordeelt u de kennis en ervaring van Ansaldo Breda met het bouwen van hoge snelheidstreinen? Nul. En ze geven zelf aan dat ze een ervaren treinenbouwer zijn. Hoe verklaart u dat? Hoe weet u dat ze nul ervaring hebben? Omdat ze, de trein die ze nu hebben gebouwd was geen hoge snelheidstrein. Dat was gewoon een klassieke trein met een bijkomende motor in. Als je een Thalys of een van de nieuwe Siemens generatie treinen naast het concept van de Fiera legt, ja, dan merk je het verschil in zaken... Ja, constructief, motorconcepten en dergelijke. Maar ja, het is niet omdat je zegt dat je heel veel ervaring hebt en je heel goed bent, dat het ook waar is. Hè? Maar u heeft anders wel, zou elke politieke partij altijd 100% van de stemmen halen. Dus, ja. Maar u zei, u bent zelf wel, u heeft de goedkeuring uiteindelijk gegeven in die vergadering in 2004 voor een hoge snelstrein, maar u wist dat zij geen hoge snelstrein konden bouwen. Nee, dat is verkeerd voorgesteld. In 2004, begin 2004, eind 2003, zaten we in een vergadering. Ik had toen ongeveer een klein jaar ervaring in de spoorwegsector. Ik was helemaal niet bezig met het reizigersvervoer. Ik was helemaal niet bezig met die investeringsprojecten. Ik had een groot probleem met de business case. Ik had exact hetzelfde gedaan, mocht die trein eventueel door Bombardier of door Siemens of door Alstom worden geleverd. Het is gewoon de business case die verkeerd was en die ons heel veel geld ging kosten. Maar dus u kwam pas later achter dat Ansaldo Breda volgens u geen ervaring met hoge snelheid heeft. Dat is mijn taak niet. Ik vond wel ik vond het wel redelijk eigenaardig, maar het is niet onlogisch, maar toch dat ze door de referentieperiode zijn geraakt. Dus op een bepaald moment consulteer je de markt en je kandidaat stellen. En daar stond in dat zij meebouwden in het ETR 500 project, wat op 300 kilometer kon rijden. Ja, maar geldt dat dan niet als ervaring als hoogsnelheidsbouwer? Ja, maar toen reed die nog niet en die bestond alleen op papier, dacht ik toen. En die is ook nog ernstig gewijzigd daarna. Oké, maar u zegt Ansaldo Breda had geen ervaring met hoge snelstreinen en u vindt die V250, die vieren ook geen hoge snelheidstrein. Nee. Hoe beoordeelt u de betrouwbaarheid van Ansaldo Breda als partner in het project? Heel beperkt. Ik vind ze geen betrouwbare partner. We hebben dat vooral gemerkt in de afloop, toen het echt crisis was. Hebben we gemerkt dat ze allerlei kreten lanceerden, heel veel beloftes maakten, maar dat er helemaal niks gebeurde. Dus, betrouwbaarheid... Niet zo hoog. Heel beperkt. Heeft u voorbeelden daarvan? Kunt u iets meer concreter worden over waar het dan lag? Als u dat zegt, moet u dat wel een beetje kunnen staven. Wel, ze hadden gewoon niet de slagkracht die men nodig had om zo'n project... Het was dan nog een klein project. Hè? Alle andere treinbouwers zeggen, we willen die helemaal niet bouwen, want het zijn te weinig treinen. Mm-hmm. En zelfs daarmee, met zo'n kleine bestelling, hebben zij problemen. Ze hadden zelfs ook niet meer de mogelijkheid, de engineeringcapaciteit, om oplossingen aan te dragen. Dus in die zin was dat een grote ontgoocheling. We hebben ze op een bepaald moment hebben gezegd, kijk, nu stoppen we ermee, we halen ze van het net. Jullie hebben 3 maanden om oplossingen te bieden, onderbouwde oplossingen. We hebben ze 4 maanden gegeven, zelfs meer dan 3 maanden. En ze zijn met bijna niks gekomen. Dus ja, toen was het helemaal klaar. U heeft ervaring met een aantal andere treinenfabrikanten. Hoe typeert u de cultuur bij Ansaldo Breda? Wel, hun Noord-Italiaanse fabriek was de betere entiteit. Pistoia? De entiteit, Pistoia. In Napels, waar ze onder meer de draaistellen deden, was het weer een iets andere cultuur. Mijn mensen, want ik ben zelf nooit ter plaatse geweest, ik heb er altijd vermeden. Mijn mensen hadden het gevoel dat ook die entiteiten niet zo goed op elkaar ingespeeld waren. Dat echt allemaal... Ja, lokale kleine entiteiten waren die dan op een bepaald moment wel samengebracht werden. En in het bouwen van treinen is meer en meer een integratie van subcontracting, andere leveranciers, montage geweest, hoog gespecialiseerd, met hele goede productieingenieurs. Dat ontbrak eigenlijk. Nou, dat was de feedback die ik dan kreeg. En het verschil in cultuur, bijvoorbeeld Siemens, een Duitse treinenbouwer, en Ansaldo Breda, kunt u dat
daar een vergelijking maken? Wel, ik denk als je bij Siemens of Bombardier of Alstom een trein koopt, dat je ook het eerste jaar daar problemen mee hebt. Het is in de echte industriële realisatie dat je dan allerlei zaken nog moet bijschroeven en toestanden doen. We hebben zelf ervaring opgedaan met zowel treinen van Alstom en Bombardier, dat waren onze dubbeldekstreinen, als met de recente Desiro-treinen die we hebben gehaald. Met elk van die treinen had je ook wel een paar probleempjes. Maar die raken dan vaak op 6 tot 18 maanden volledig opgelost. En dat zijn normaal, ook geen problemen. Dus een half jaar tot anderhalf jaar om die kinderziektes eruit te krijgen. Ja, maar dat zijn geen elementen die het functioneren van de trein. Het maakt het minder. Maakt het operationeel niet perfect. Mm-hmm. Maar je kan wel die trein in exploitatie houden. Ja. En bijvoorbeeld, als er. Ik zeg maar wat, bij de Desiro's. Hadden we op een bepaald moment een probleem met deuren. Dat af en toe de deur dicht bleef. Ja, dan moest je via de andere deur buiten. Je had met de recente locomotieven type 18 van Siemens. Had je in de driespanningslocomotieven. Had je bij vorst. Een probleem om die pantograaf helemaal naar boven te krijgen. Het zijn zaken die door een goede engineeringgroep dan worden bijgestuurd. En binnen de 3-4 maanden is dat probleem opgelost. Wat heeft dat van te maken met verschillende cultuur van Ansaldo Breda, wat ik eerder vroeg? Dat heeft met kwaliteit van management, dat heeft met schaalgrootte te maken, dat kan met cultuur te maken hebben. Dat is, wat maakt het ene bedrijf beter dan het andere? Waarom koop je bij het ene bedrijf? Dat kan met design te maken hebben. Maar ik denk dat zowel Bombardier, Alstom als Siemens, wat intensieve concurrenten zijn, dat zij toch wel verder staan op het vlak van productie-engineering. Wat betekent het dan voor de samenwerking met Ansaldo Breda als je dat vaststelt? Ja, je komt er vaak pas achter als je de problemen moet opgelost krijgen. Ja. En als je dan de analyse maakt en als je dan de rapporten van mensen zoals Mott MacDonald of Concept Risk dan bekijkt, waar ze in detail dan de montage en zo gaan bekijken, waar je dan vaststelt dat het daar echt wel problematisch is. En wat hadden NSFSC en NMBS dan anders kunnen doen? In de samenwerking? Vanaf welk punt? Vanaf dat bestelling was geplaatst. Ja? En vanaf dat je merkt, zeg maar, dat het toch anders loopt dan je had verwacht? Ik denk dat je relatief weinig anders had kunnen doen. Je kan altijd een beetje strenger zijn en nog een paar meer mensen erop zetten. Maar ik denk dat de echte belangrijke beslissing dan is gekomen op het moment dat NS... gedeeltelijk treinen heeft afgenomen en betaald. Want op dat moment verlos je eigenlijk Ansaldo Breda van een deel van hun last al. Hè. Dus het cruciale punt bij een treinenleverancier is het moment van de aanvaarding van de treinen. Hè. Want dan verschuift het financieel en juridisch risico voor een stuk. Ja. NMBS heeft dat nooit gedaan. NS heeft het wel gedaan, ook al omdat er druk op de ketel zat om in december 2012 te beginnen rijden. We komen straks nog op. Nog even over de ervaring die Ansaldo Breda had. Die ETR 500, dat hoge snelstrein, die reed al vanaf 1992. Ze hadden wel ervaring. Ja, maar het is geen TGV zoals de Talisen en dergelijke. Ja, die rijdt 300 kilometer per uur. Ja, en dat was toen ook mee met het andere Ansaldo Breda, die signalisatiecomponent was, maar dat ondertussen de groep had verlaten. Dus u zegt, dat Trevi-consortium heeft dat gebouwd. En u zegt dus dat het Ansaldo Breda, met wie uiteindelijk u de contracten heeft afgesloten, dat die geen ervaring had met hoge snelheidstreinen. Heel beperkt. Je zult altijd wel mensen vinden die hebben meegedaan, maar dat wil niet zeggen dat ze een hoge snelheidstrein zelf konden bouwen. Je hebt namelijk twee Ansaldo Breda's. Je hebt een Ansaldo Breda signalisatiegroep, die helemaal niet tot Finmeccanica behoort, en die bijvoorbeeld de veiligheidssystemen en zo bouwt, wat een heel goed bedrijf is, dat een van de leiders in de markt is. Je hebt het Ansaldo Breda montage- en treinbedrijf, wat nog wel in Finmeccanica zit, maar die twee hebben helemaal niks meer met elkaar te maken. Daar speelt ook soms, selectieve analyses, kan men daar op loslaten, om dan te zien wie in 92 echt wat heeft gedaan. En was het nou bekend voor u? Want wie nou precies wat gedaan had? Nee. U stelt gewoon interesseerde vast, mij ook niet. Ze hadden geen ervaring met hoge snelheidstreinen. Ja. Mevrouw Tunissen, dat is de inspecteur-generaal voor de Nederlandse inspectie, voor de toelating van onder andere van treinen, die zei afgelopen week dat in het vierde spoorpakket van de Europese Commissie de rol van de inspectie ten aanzien van toelating van treinen kleiner wordt en dat de verantwoordelijkheid van fabrikanten groter wordt. Welke voor- en nadelen ziet u daarin?
Daar heb ik zelfs ook niet over nagedacht. Dan moet u me wel tijd geven om over na te denken. Ik denk dat inspecties altijd grote verantwoordelijkheden willen. Ja. En dat de fabrikanten altijd minder inspectie willen. Dus ik denk dat het klassieke, ik wil mijn bord groter houden, discussie is. Vindt u het een goed idee als fabrikanten minder inspectie krijgen? Ik heb er niet over nagedacht. Nou, dan kunt u nog even nadenken en dan geef ik het woord aan de voorzitter. Het is altijd belangrijk om ons publiek goed bij ons te houden, want dat is een onderdeel van ons werk om ook goed helder te maken hoe een enquêtecommissie onderzoek doet. En er zijn een paar dingen die ik denk even moet langslopen, want anders verliezen we het publiek. Het is inderdaad zo dat Ansaldo Breda, die bouwt niet die TGV, maar u wist op het moment dat in die vergadering, waarin ook vanuit Belgische zijde werd besloten een hogesnelheidstrein te kopen bij Ansaldo Breda, dat het niet de TGV was, maar een hogesnelheidstrein van Ansaldo Breda, dat wist u. U heeft hem gekocht. Op dat moment heb ik me er zelfs de vraag niet gesteld, omdat die vergadering plaatsvond in 2004, begin 2004, en in 2003. Maart. Ja, dus in die periode zijn die beslissingen genomen. Het enige waar ik me toen om bekreunde, was de hele zwakke business case, die bovendien bevestigde dat we grote verliezen gingen hebben. Dus ik heb zelfs het aankoopdossier niet bekeken, ik wist niet wie Ansaldo Breda was, ik wist helemaal niks toen. Nee, maar het is denk ik wel belangrijk dat we helder krijgen dat in die vergadering ook vanuit Belgische zijde de aankoop van de drie enkeldekstreinen van constructeur Ansaldo Breda is goedgekeurd. Ja. En dat het een, in gedachte een 220 was, niet een Thalys concept, maar nee, een trein 250. Toen was het al een 250. Ja. Die uiteindelijk naar 250 is gegaan. Dus dat is iets anders dan een TGV. Ja. En dat het werd gekocht bij een consortium die op verschillende manieren, u heeft daar een beeld van, de aankopers hadden daar een beeld van, in ieder geval bij een bouwer die een ETR 500 had gebouwd in een groep die sinds 1992 300 kilometer per uur reed. Ik veronderstel van wel, maar nog eens, ik heb me daar nooit echt maar enige gedachten over gemaakt. Ik was volledig gefocust op die business case die heel slecht was. Ja, maar ik dacht het toch goed om even deze punten te benoemen. Wij gaan 10 minuten pauzeren. Het is warm en hier binnen ook. Dus we gaan even een glaasje drinken en de koelte in. En wij zien elkaar terug om 16:50. Dank u.
Ik heropen de vergadering en vraag voor de aan de gevierde getuigen binnen te leiden voor het vervolg van het verhoor. Dank u. Mevrouw Vos vervolgt het verhoor. Ja, over de koopovereenkomst. In uw boek schrijft u dat u juristen in 2009 heeft laten uitzoeken of die koopovereenkomst met Ansaldo Breedijk ontbonden kon worden. Waarom wilde u die overeenkomst ontbinden? Wel, er waren een aantal objectieve redenen. In principe moesten de treinen contractueel klaar zijn in 2007. Het klassieke spel tussen de leverancier en de afnemer, de klant, is altijd van, ja, wiens verantwoordelijkheid is het? In 2009 hadden we het gevoel dat we genoeg speling hadden tussen de contractuele termijn van 2007 en de datum dan 2009, om te aanvaarden dat er een aantal elementen, zoals het veiligheidssysteem bijvoorbeeld, voldoende waren ingedekt met die termijn van 2 jaar om Ansaldo Breda aansprakelijk te maken voor de vertraging in levering. We hebben toen een juridisch advies binnengehaald, ook al bij een Nederlands advocatenkantoor, omdat de contracten naar Nederlands recht waren opgebouwd. We hebben ook een Belgisch advocatenkantoor dat nog eens laten nakijken. En het advies was toen heel duidelijk. Je kan er in principe onderuit, maar dan moet je wel met één stem spreken, de beide afnemers. Op dat moment ga ik ervan uit dat er ook een discussie liep binnen de NS-groep, van al dan niet, maar hun conclusie was anders dan die van ons. En dus waren we veroordeeld om verder te gaan, omdat het juridisch advies ook duidelijk aangaf dat indien we alleen het risico zouden nemen met het contract te verbreken en de Nederlandse spoorwegen zouden dat niet doen, dan konden we de case gewoon niet hard maken. Nee. En dus waren we veroordeeld om verder te gaan. Dus de gronden waarop u de koopovereenkomst wilde ontbinden, was dat alleen vertraging, wat u net zei? Waren er nog meer gronden? Nee, dat was de hoofdreden. Vertraging. Dat was de hoofdreden. En het advies was, dat kan je wel doen, maar dan moet NSFSC ook meedoen. En dan nog is het niet 100% zeker natuurlijk. Of dat dan krijg je, een discussie met de advocaten natuurlijk van Ansaldo Breda. Die gaan zeggen, ja, maar die leveringsvertraging, dat is helemaal niet de schuld van Ansaldo Breda. Er zijn bijkomende eisen gesteld, er is een nieuw Europees veiligheidssysteem. Ja. En ook dat stond in het advies. Dus uiteindelijk besloten om die overeenkomst niet op te zeggen, omdat NSFSC dat niet wilde. En omdat het ook nog eens een keertje niet zeker was of het zou lukken, of je dan niet in een juridisch moras. Goede samenvatting, ja. Oké, dan geef ik het woord aan mijn collega Bergkamp. Ja, meneer de Scheenmaker, in 2005 was het eigenlijk al duidelijk dat de Vira veel later geleverd zou worden. En daarom huurde de NS de zogenaamde trakstreinen van Bombardier, met de bedoeling om ze te laten rijden op het traject Amsterdam-Brussel via de HSL Zuid. Maar NMBS wilde daar niet aan meewerken. Waarom was dat? In eerste instantie was de afspraak die we hadden gemaakt om de Benelux-trein te laten rijden in zijn huidige, in zijn toen voorliggende vorm, concept, tractie enzovoort. De afspraak die daar was gemaakt was dat de tractie werd verzorgd door Belgische locomotieven en dat de rijtuigen van NS waren. Dat was de afspraak al heel lang. De Nederlandse spoorwegen hebben toen gezegd, nou, wij willen met die hoge snelheidslijn willen we absoluut treinen op laten rijden naar Brussel. En dan moeten we een ander type locomotieven hebben, namelijk die trax-locomotieven, voornamelijk omdat ze dan het veiligheidssysteem ook hadden. Wat eigenlijk een wijziging van het concept zou inhouden van gezamenlijke exploitatie en gezamenlijk, de een brengt iets mee en de andere brengt rijtuigen mee. Dat is een van de redenen. Een bijkomend element was dat wij zelfs hebben overwogen om dat te doen, maar dan op basis van de gelijke kostenverdeling. En daar denk ik dat de koopmansgeest van NS op dat moment er eerder voor pleitte dat er een meerkost dan ook weer op de NMBS ging afgewenteld worden. Er zijn eigenlijk 2 redenen geweest. Het paste niet in het concept en de financiële redenen. Ja. In maart 2012 besluit de NS-directie om de Vira in te zetten per december 2012 naar Amsterdam-Brussel. En de NS koos er toen bewust voor om geen terugvalopties te hebben.
Hebben ze besloten om niet de Benelux-trein achter de hand te houden, ook niet de treinpaden die daarvoor nodig waren in december. Was er in België wel spoorcapaciteit, treinpaden gereserveerd voor de Benelux-trein? Tuurlijk. Wij hebben heel bewust, en dat was een instructie die van mij kwam, wij hebben heel bewust alle rijpaden, alle tractiemateriaal bewust beschikbaar gehouden. Niet alleen om een terugvaloplossing te hebben, maar ook omdat, had ik dat niet gedaan, ik onmogelijk in december 2012 mijn akkoord, mijn bitterballenakkoord, had kunnen afsluiten met de NS en met de Nederlandse staat. Dat was eigenlijk een enorm, aan beide zijden van de drie partijen, een enorme bluffpoker die toen gespeeld werd. Nederland, dat is mijn aanvoelen, dat engageert alleen mezelf. Nederland had voor de Zeeland Express, het treinpad van de klassieke Benelux-trein weggegeven of anders ingepland. Dus hun pokerspel was, de treinen moeten rijden, want anders is er geen enkele trein en de Belgen gaan meegaan. Mijn pokerspel was, als jullie dat denken, dan gaan we daar nog bovenop gaan en gaan we dus noods die internationale trein, als de Vira niet rijdt, aanbieden aan de grens. En dan moet de Nederlandse minister en de CEO van de Nederlandse spoorwegen maar aan elkaar uitleggen en aan het Nederlands parlement waarom er geen verbinding meer met België is. Want onze Belgische trein zal dan aan de grenspost staan. Ja. Dus u zegt van een van de redenen van de NS-directie was om toch druk uit te voeren om te komen tot een overeenkomst. En verweer daartegen versterking was om juist wel een alternatief achter de hand te houden. Dat was mijn aanvoelen. Dus ik kan dat niet, er zijn geen stukken die dat staven, maar dat was mijn aanvoelen in de grote onderhandelingsronde die zou moeten voeren tot het lanceren van de Vira in december 2012. Dat was onderdeel dus van eigenlijk de onderhandeling, zou je kunnen zeggen. Van de voorbereidende schermutselingen, ja. En het had dus in die zin niet direct iets te maken met zorgen over de betrouwbaarheid van de Vira? Of was dat ook een van nee, de... Nee, ik denk dat we beide... er was van beide zijden een hypothese dat de trein, als die gelanceerd werd, dat het tweede zondag van december ging zijn. Er was nog altijd een onbestemd gevoel van, gaat het wel lukken met de Vira? Dus ik had eigenlijk met mijn pokerspel zowel een terugvaloplossing, bewust. Daarom ook zijn we zo snel terug in een rijpad geraakt naar de Nederlandse grens. En ik had ook een soort troefkaart boven hun troefkaart, mocht het nodig zijn die te gebruiken. Dus voor mij was dat een dubbele mogelijkheid. Ik had mijn terugvaloplossing en zij hadden een bewuste keuze gemaakt om er geen te hebben. Ja. Heeft u ook dit kenbaar gemaakt aan HSA, dat u dus wel van plan was om treinpaden te reserveren? Aan HSA, aan NS, aan de directie van NS, aan de planningsspecialisten van NS. Want het was niet HSA die planning deed. De Benelux-trein werd gepland door NS. En er zijn een paar crisismeetingen geweest in het hoofdkwartier van de NMBS. Toen de eerste Europese internationale planningsconferenties, dus dat gebeurt echt op grote schaal in Europa, omdat al die internationale treinen in elkaar moeten passen. Hebben we heel snel de melding gekregen van onze planningsspecialisten dat NS bewust geen rijpaden inplande. Ik ben toen zelf tussengekomen en ik zeg, jullie hebben dan geen terugvaloplossing, jullie gaan in de problemen kunnen komen, mocht het niet lukken, want ondertussen was de Vira al 2 keer 6 maanden achteruitgeschoven. Ze hebben gezegd, maar het gaat nu wel lukken en Benelux valt weg en zo. Okay. Maar wij houden wel de rijpaden. Dat was een confrontatie op dat moment. Dus in december, toen de Vira van start ging, had u de treinpaden gereserveerd? Ja. Vervolgens... Ik wil volledig zijn om... Graag. Ik denk dat van de 15 of 16 rijpaden er eentje ontbrak. Eentje. Okay. Een bepaalde trein die voor een ochtendtrein in Antwerpen een probleem gaf. Maar dat hebben we later ook kunnen herstellen. Toen in maart 2012 van start, of werd het besluit genomen door de NS-directie om van start te gaan in december 2012, waren er veel onzekerheden. Er was nog niet een samenwerkingsovereenkomst. De traksen reden niet door naar Brussel. Er was dus niet eigenlijk meer een fallback optie. De Benelux-trein was er niet meer in ieder geval vanuit Nederland om de treinpaden te reserveren. Vindt u dat NS en NMBS daarmee eigenlijk een onverantwoord risico hebben genomen voor de reiziger? Nu,
Als u zegt trax locomotieven, suggereert u de trax locomotieven die ook op de hoge snelheidslijn kunnen rijden. Ja, klopt. Op datzelfde moment hadden we vanuit de Belgische kant al trax locomotieven ingezet die echter niet op de hoge snelheidslijn konden rijden. Dus de betrouwbaarheid van die locomotieven was zelf, waren dezelfde locomotieven, maar nog niet bij het veiligheidssysteem. Dus in die zin hadden we betrouwbare locomotieven op de Benelux. Uiteindelijk was het toch alle kaarten op de Vira in feite. Er was niet echt een terugvaloptie. Hè. We hebben net gezegd ook over die Benelux-trein, die er in ieder geval vanuit Nederland waren er geen treinpaden gereserveerd, in België wel. Maar toen was er ook, en dat was ook, we hebben dat als waarnemer gemerkt, was er blijkbaar ook een discussie binnen NS, binnen de NS-groep. Ik weet niet juist tussen wie, dat zal wel tussen HSA en de NS-hoofddirectie, reizigers binnenland dan zijn geweest. Was er ineens een discussie ook daar van, ja, moeten we nu de Benelux nog naast de Vira's? Dus je had, de Vira moet komen, terugvaloplossing eventueel de Benelux, konden we mee leven, want wij hebben die paden ook gehouden. Mocht de Vira komen, dan waren er stemmen opgegaan binnen NS om eventueel zelfs ook de Benelux nog te laten rijden. Dan hebben wij ook gezegd, ja maar nee, het is ofwel de Vira, zoals de akkoorden voorzien, of als de Vira niet komt, moeten we de Benelux kunnen laten als terugvaloplossing. Je kan niet en, want dan wordt het helemaal te gek. Ja. Daar zijn wel stemmen opgegaan, maar dat is nooit op ons niveau dan vormelijk beslist, omdat op een bepaald moment dan de inschatting van de NS-groep in zijn geheel eigenlijk was, oké, we gaan volledig voor de Vira, rijpaden zijn weg. En op dat moment zat de toenmalige minister natuurlijk echt in potentiële problemen. En vindt u dat de NS ook daarmee een te groot risico heeft genomen door dus niet die treinpaden voor de Benelux te reserveren? Je komt in de situatie dus dat je geen alternatief meer hebt. Wel, het risico heeft zich gerealiseerd, is realiteit geworden. Dus waarschijnlijk moet het antwoord dan zijn ja. Maar ik kan me wel voorstellen, en ik heb er ook wel gemerkt, dat NS op dat moment vanuit Politiek Nederland onder extreem zware druk stond om toch maar te beginnen rijden. Het moest gaan gebeuren. Ja. Hè, 2007, 2009, 2011, 2012. Aan de andere zijde, men heeft een bepaald risico genomen. Ja. En ook in de onderhandeling. In de onderhandeling was dat voor tenminste één partij aan de tafel geen slechte zaak natuurlijk. Ja. Nu hebben wij ook een verhoor gehad met de heer Siebers, directeur van HSA. En die zei, ja, NMBS wilde eigenlijk helemaal niet die Benelux-trein houden. Ik heb hem zelf voorgesteld. Ja. Dus u kunt dat verhaal niet plaatsen? Toch wel. Wij wilden de Benelux-trein niet houden naast de Vira's. Dus waarschijnlijk zal meneer Siebers de advocaat zijn geweest om te zeggen, nou, want hij was onwaarschijnlijk zenuwachtig in die periode, want ja, hij liep maar tussen al die partijen doorheen en zijn bedrijf ging failliet en dat was eigenlijk heel erg. Dus op een bepaald moment, je kan nooit op alles verzekeren. Ja, maar hij bedoelde waarschijnlijk daarmee, als ik uw woorden zo hoor, dat NMBS vond ook dat er naast de Vira geen Benelux-trein. Maar dat is wat anders dan treinpaden reserveren voor het geval als. Maar het was heel duidelijk. De afspraak van 2000 was, als er een hoge snelheidstrein komt er geen, verdwijnt de Benelux. Wij hadden twijfels over de Vira en we waren bereid om de Benelux langer te laten rijden. Maar als er dan op een bepaald moment iemand suggereert, en ik denk dat het misschien meneer Siebers is geweest, van ja, als de Vira, ja, maar als er dan toch iets is, dan gaan we toch nog maar gelijk de Benelux laten. Ja, sorry. Ik kan niet alles hebben. Ja. Ik geef hier het woord aan mevrouw Van Torenburg. Wat strakker op dit punt. De heer Siebers heeft hier in het verhoor aangegeven dat juist België vertrouwen had ook in de Vira. Dat ze daarom niet de treinpaden ter beschikking wilden houden. En dat het ook voor Nederland ingewikkeld was. En hij kwam er eigenlijk ook niet door bij het bedrijf dat ging over de treinpaden en over de aankoop van de trein. Maar ik hoor u dus vandaag iets anders zeggen. U had wel treinpaden ter beschikking. Dat verrast mij extreem. Ja. Wij hadden zo'n groot vertrouwen in de Vira's dat we geweigerd hebben ze af te nemen. Ja. Wij hadden zo'n groot vertrouwen in de Vira dat wij als enige partij de rijpaden hebben opengehouden. We hadden zo'n groot vertrouwen in de Vira dat we de traxlocomotieven die de Benelux trokken, dat we die beschikbaar hebben gehouden. En aangezien we zo'n groot vertrouwen in de Vira hadden bij de lancering, waren we ook als eerste
in staat om die rijpaden te gebruiken om tot aan Roosendaal te rijden met die locomotieven en met rijtuigen die we nog hadden. Dus in die zin hebben we alle maatregelen genomen. Dat eigenlijk getuigt dat niet van veel vertrouwen in de Vira. Integendeel. Helder. Maar de heer Siebers zei dat wel. U maakt heel duidelijk dat dat heel anders was. En u had wel die treinpaden waarvan hij heeft gezegd dat u die niet had. En we hebben ze gebruikt. De rijpaden bestonden niet, aangezien ze waren weggegeven aan het binnenlands treinaanbod via de Vlissingen Express. Oké, helder. Maar u had wel een bijzondere onderhandelingspositie op een bepaald moment. U noemde het al even het bitterballenakkoord. Misschien moeten we het toch even uitleggen. Laat u zo meteen daar wat kleur aan geven. Maar feitelijk was het dus zo dat de NS alle kaarten op de Vira had gezet. En de tijd begon te dringen. Er moest een samenwerkingsovereenkomst komen. En toen zat u aan tafel. En in uw boek schrijft u in termen van dat het toch wel een beetje een overwinning was. Kunt u de commissie uitleggen wat daar gaande was? Wel, in principe, de Belgische staat was nooit betrokken partij. Alle jaren die zijn verstreken sinds het ministerieel akkoord, is er nooit nog vanwege de staat een onderhandelaar aan de tafel geweest. Waarom? Omdat het volledig gedelegeerd was aan NMBS en volledig verantwoordelijkheid was. Het waren met drie partijen, Nederlandse staat, NS en wijzelf, HSA, NS. Het eerste wat gebeurde die onze onderhandelingspositie onwaarschijnlijk heeft verbeterd aan de tafel, was de weigering van de Nederlandse minister om de samenwerkingsovereenkomst en het aanbodprotocol goed te keuren. Welke minister was dat en wanneer? Dat was, Schulz van Hagen in september, oktober, in die periode. Ja. Ik wil goed u volgen, prima. Ja. Dan weet ik waar u op moet. Waarschijnlijk om goede binnenlandse redenen in de discussie met NS heeft de minister vond het niet aangepast om wat we voorstelden gezamenlijk NS en NMBS te aanvaarden. Dat stond haar vrij en dat begrijp ik ook. Maar dat zette ons natuurlijk nog in een betere positie. Want aangezien zij weigerde om die samenwerkingsovereenkomst of wat voorlag goed te keuren, betekende dat concreet dat wij zelfs niet mochten rijden met de Vira. Dus we hadden een beetje twijfels toch over de technische kwaliteit van de Vira. Er was de vaststelling dat de Nederlandse staat eigenlijk wat we voorstelden helemaal niet wenste te aanvaarden. En de minister is daar heel duidelijk. Ze heeft ook naar de Kamer gecommuniceerd erover. En NS had zichzelf in de hoek geverfd door eigenlijk alle rijpaden. Op dat moment wist ik al dat ze geen rijpaden niet meer konden vrijmaken voor een alternatief aanbod. Dus ik zat eigenlijk in een luie zetel te wachten. Van de minister mochten we niet beginnen. De Nederlandse spoorwegen konden geen alternatief meer hebben. En de tijd was, ja, die tikte verder. En toen kwamen we in september in Roosendaal. En daar zijn we met z'n drieën rond tafel gaan zitten. Dat was de eerste keer, dacht ik, dat ik meneer Fukken van Verkeer en Water, van Infrastructuur en Milieu ontmoeten. Op dat moment was er ook, was de regering herschikt, dacht ik, was er een staatssecretaris voor spoorwegen aangelegenheden gekomen en was mevrouw Schulz van Hagen niet langer verantwoordelijk voor het spoordossier. En dus, ja, ik zat eigenlijk in een zetel, want indien de 1 week voor de Vira moest beginnen rijden. En waarom moest die beginnen rijden op de tweede zondag? Omdat in heel Europa alle nieuwe treinverbindingen op een vastgestelde dag beginnen te rijden. Dat is zo'n internationale afspraak, dat moet je gewoon doen. Dat betekent heel concreet dat er helemaal geen alternatief meer was. En dat je de vingertjes tussen NS en de minister of dan de staatssecretaris naar elkaar zouden wijzen. En dat wij eigenlijk een lachende derde zouden worden. Dus dat zette mij in een onwaarschijnlijke onderhandelingspositie. Ik kon alles blokkeren, ik kon alles toegeven en eigenlijk had ik voor mezelf een aantal objectieven opgelijnd die dan eigenlijk allemaal zijn gerealiseerd. Dus onder het eten van bitterballen heeft u een samenwerkingsovereenkomst alsnog tot stand weten te brengen? Samenwerkingsovereenkomst, het wegonderhandelen van de 300 miljoen claim, de zekerheid dat mochten, we hebben eigenlijk de volledige
deal daar gemaakt. Alle objectieven hadden we. Het kostte niks aan de Belgische staat. Het kostte niks aan de NMBS. We moesten die treinen nog altijd niet afnemen. Het waren de Nederlandse treinen die begonnen te rijden. En de Benelux-trein was weg. Oké. Okay. En Den Haag had geen verbinding meer. Die liep men links liggen. Ja, wij hadden nooit engagement genomen om Den Haag te verbinderen. Andere dan natuurlijk de Belgische overeenkomst. Staat had wel die verbinding genomen, maar was gewoon staat, hun de Belgische staat had die genomen, maar aangezien de samenwerkingsafspraak die we goedkeurden, de 300 miljoen die wegvielen, hielden in dat alle historische afspraken, dus het hele ministerieel akkoord, is toen die nacht met het bitterballenakkoord weggeveegd. Ja. En wat mevrouw Schultz heeft, de minister heeft hier ook vrij duidelijk gemaakt, dat zij heel vaak belet had gevraagd bij haar collega in België, de heer Magnet. Wat vindt u er eigenlijk van, dat ze daar gewoon niet eens werd toegelaten tot de presidenten, de premier zich ermee moesten gaan bemoeien en dat ze dan in een kwartiertijd gewoon de deur gewezen werd? Ja, maar ja. Ik was erbij toen dat gebeurde, dus het is niet zo dat ze de deur werd gewezen. Hoe lang was ze binnen? 10 minuten? Nee, wel iets langer hoor. Het is al een hele lange gang. Het is al bijna 10 minuten voor je in de vergaderzaal bent. Dus. Ik weet dat, en dat is mij ook gemeld door de ambassadeur van Nederland in België, dat de minister inderdaad had geprobeerd om meneer Magnet te spreken. Er liepen toen hele grote beslommeringen ook. Dus meneer Magnet is een reizende ster in zijn politieke partij. Is ondertussen minister-president van Wallonië. Is partijvoorzitter geweest in die periode. Is ook burgemeester van Charleroi geworden. En, dus die had een onwaarschijnlijk drukke agenda. Zij heeft inderdaad geprobeerd om via de formele kanalen bij de minister te komen. En dat is niet gelukt. En dat is... Ik zou dat niet toewijzen op onbeleefdheid of onwil, maar eerder op een onwaarschijnlijk gebrek aan tijd op een cruciaal moment voor en de Belgische minister, maar ook voor de Nederlandse minister. In de vergadering die dan heeft plaatsgevonden, daar waren zowel vertegenwoordigers aanwezig van, ik dacht de landsadvocaat, NS, de ambassadeur, infrastructuur en milieu. Ik was zelf ook aanwezig om de minister bij te staan. En dat was een bijzonder correcte en hoffelijke Nederlandse minister die inderdaad dezelfde statement deed die al haar voorgangers ook hebben gedaan. Van ja, en de vierde trein en we moeten en... Dus dat was het heel klassieke. Maar... De tijd was verder gelopen. We stonden al veel verder. Dus ik had een volledige... We zijn inmiddels alweer bij het bitterballenakkoord, maar dan staat het eigenlijk... Ja, daar waren we nog niet. Hè. Veel zaken waren gebeurd ondertussen. Ik had ook een volledige briefing gegeven aan Paul Magnet en ik had hem ook gezegd, kijk eens, ik koop die trein, vooropgesteld dat ik die nog kon kopen, hè, want dan, heel die tooling was al afgewerkt. Ik koop die trein als jij er geld voor geeft en het engagement dat toekomstige verliezen gedekt zijn. En hij zei mij toen vooraf, je weet dat dat niet kan, want we zitten in een spaarmode en de economische crisis, er zijn veel zaken geweest. Dan kan ik zeggen, ja oké, dan moet je correct zijn, dan moet je het ook aan de Nederlandse minister zeggen. Dat heeft hij dan gedaan. En heeft dat gedaan op een... De heer Magnet is uitstekend tweetalig, maar is oorspronkelijk Franstalig. En heeft dat... in een zeer correcte taalgebruik gedaan, maar dat kwam vrij hard over. Want dat heeft eerder te maken, denk ik, dat heeft zeker niet de intentie om onbeleefd te zijn. Het was een vrij... Ja, een slechte boodschap kan je nooit leuk brengen, hè. Nee. En, maar je begrijpt het beeld dat er afspraken zijn gemaakt tussen ministers. Ja. Die worden vervolgens niet nagekomen. Ja. Ja. Vervolgens probeert een andere minister contact te krijgen om oplossingen te bewerkstelligen. Die krijgt niet eens de gelegenheid om op tijd binnen te komen. Wat de reden dan ook van zijn, maar er was een belang. Ja. En vervolgens staat in
Het staat aan het einde van het jaar, rond het bitterballenakkoord, iedereen met de rug tegen de muur. Ja. En heeft de Belgische zijde eigenlijk ook nog alle troeven in handen. Ik dacht dat er de eerste intentie was, maar dat, ik kan me vergissen, maar ik dacht dat de eerste intentie was om elkaar te ontmoeten in de marge van een Europese vergadering van ministers van transport of wat dan ook. En ik dacht dat toen Paul Magnet ook aan die vergadering niet had deelgenomen en dat dat het eerste belemmering was en dan moesten we weer terug in de agenda. Okay. Maar ik kan me voorstellen dat dat niet het beste moment was in de Belgisch-Nederlandse verhoudingen. Niet het beeld van het zijn de meeste betrokken buren die wij ons kunnen wensen. Nee, dat was een moeilijk moment, maar het grote voordeel van dat moment, en daarom was het belangrijk en misschien zelfs positief te duiden, is dat er eindelijk duidelijkheid werd gegeven. Een ander punt, in mei 2012 heeft NSFSC, dus het bedrijf in Ierland gevestigd die uiteindelijk de treinen echt kocht, niet toegelaten treinen van Ansaldo Breda overgenomen. In een constructie die we een paar keer hebben besproken als APTO. Dat is eigenlijk een voortijdige overname van een trein die nog niet was aan dat de... in mei? Ja, dat was in mei. Ja, mei 2012. Die nog niet zijn toegelaten, die nog niet aan de koopovereenkomst voldoen. U weigerde. Ja. Waarom weigerde u? Om verschillende redenen. Ik was nog helemaal niet zeker van de informele en formele rapporten die ik ontving, dat die treinen oké waren. Zeker qua bedrijfszekerheid. Er waren nog onvoldoende, op dat moment, mei 2012, waren er nog onvoldoende kilometers gereden om zeker te zijn. Er was nog geen echt volwaardig proefbedrijf geweest. En onze inschatting was, ik dacht dat NS op dat moment 9 treinen heeft afgenomen, maar ik kan me vergissen. Oké, we hebben maar een zestal treinen nodig om de Amsterdam-Brussel te beginnen. En ik ga voorlopig nog even wachten. Er was ook nog geen dringende contractuele noodzaak. Er was nog geen dringende operationele noodzaak. Maar ik had op dat moment onvoldoende zekerheid over de bedrijfsfunctionaliteit. Op dat moment had ik zeker niet getwijfeld aan de veiligheid, maar wel aan de bedrijfsfunctionaliteit, aan het kunnen dienen van de reiziger. Speelde daarbij ook een rol dat je je positie als contactpartij misschien kwetsbaarder maakt wanneer je een trein overneemt? Dat was een secundair effect, ja. Want heeft u het daar ook moment, over gehad? Ja, daar hebben we het zeker niet over gehad, maar ik heb, het is, als je in de lijn van de tijdslijn bekijkt, dan hadden we nog geen zekerheid dat het alternatief aanbod ging aanvaard worden door de Nederlandse staat, in casu de minister. En zoals later bleek, heeft zij inderdaad geweigerd om wat voorlag te aanvaarden. Stel dat ik op dat moment al treinen had aanvaard, ja, dan zat ik wel met treinen die ik in principe niet kon inzetten en had ik mijn onderhandelingspositie zeker niet verbeterd. Maar toen het samenwerkingsovereenkomst was gesloten, het bitterballenakkoord, vanuit uw zetel, heeft u toen daarna meteen wel zo'n trein gekocht? Nee, ik heb in januari opnieuw geweigerd, geweigerd om die treinen af te nemen. Ook al omdat er toen de gruwelverhalen van de opstart van die aard waren, dat we dachten van verdorie, nu gaan we toch nog wel 1 of 2 weekjes wachten. Maar ik wist ook dat de tijd tikte en we hadden dat geen 3 maanden niet meer kunnen uitstellen. Maar had u het langer uitgesteld? Want wij begrijpen van de heer De Leeuw dat toen hij besloot om 2 treinen over te nemen uiteindelijk, 1 daarvan bedoeld was voor de NMBS. Dat is juist. Dat was op 11 januari. En toen was het wel de bedoeling om een trein te nemen. In januari heb ik geweigerd om een trein over te nemen van Ansaldo Breda. Omdat op dat moment al hele vervelende boodschappen doorkwamen van de gebrekkige functionaliteit van de trein. Dus wat de heer Leeuw hier heeft verklaard, dat hij 1 trein overnam voor u, klopt niet? Voor de Belgische voor. Hij zal waarschijnlijk wel een trein hebben overgenomen die bestemd was voor de NMBS, maar heeft hij niet kunnen overnemen namens de NMBS. Oké, dan is dat dan zal hij waarschijnlijk zal Ansaldo Breda hebben gezegd, kijk eens, ik heb hier nu treinen staan en trein nummer 4 is eigenlijk voor de NMBS en trein 12 en trein 15 of zo. Ansaldo Breda heeft gezegd, ik heb er hier nu 9 staan of 7 staan of wat dan ook, neem ze nu over, eentje NMBS, sorry, wij willen ze niet. Dan zal hij die mee hebben overgenomen. Dat kan ik me voorstellen. Dus uw zetel kreeg nog een kussentje erbij. Het werd rianter. Sorry? Uw zetel kreeg nog een lekker kussentje erbij.
Ja, het werd riant, want de treinen werden ook nog voor u overgenomen. Niet voor ons, maar de voor ons bestemde treinen werden namens NSFC overgenomen. Okay. En werden hun eigendom daarmee. En in december 2012 was dus die dienst gestart tussen Amsterdam en Brussel met de Vira's van NSFC. Deelde de NMBS wel in de opbrengsten? We deelden in alles, ook in de kosten. Dus we hadden een speciale afspraak gemaakt. Dus los van, het was zo dat zelfs de drie treinen die van NMBS hadden moeten zijn, mochten, die werden allemaal gemeenschappelijk in een vloot ingebracht. En het was perfect mogelijk dat op de as Amsterdam-Brussel geen enkele Belgische Vira zou rijden, maar die werden bijvoorbeeld ingezet in het binnenlands gebruik. Er was een gemeenschappelijk vlootbeheer. Dat gebeurde ook volledig, of was voorzien, zou gebeuren door NS. Dus er was geen fysische toewijzing van de Belgische treinen op de fysische as. Die vloot is gewoon te klein, dat kan je niet operationeel houden dan. Nou hebben we een periode doorgenomen waarin het dus heel lang heeft geduurd voordat er goede afspraken zijn gemaakt. Althans, afspraken die ook nagekomen zijn. De bewindslieden hebben diverse malen met elkaar daarover contact gehad. En het heeft uiteindelijk heel lang geduurd, tot een paar weken voor de indienstname van de trein, voordat de samenwerkingsovereenkomst kwam en uiteindelijk iedereen goed kon samenwerken. Eén week. Wat had er nou gedaan kunnen worden om dat eerder op te lossen? Ja, heel veel zaken. Hè? Een belangrijk element, denk ik persoonlijk, maar dat is mijn persoonlijk aanvoelen, is dat in een wijzigende wereld over 10, 15 jaar verandert er enorm veel. Afspraken die ter goeder trouw zijn gemaakt in, zeg maar wat, in 98 of in 2000, mm-hmm, die moet je af en toe eens toetsen aan de snelheid waarmee onze samenleving wijzigt. Logistiek wijzigt, transport wijzigt, techniek wijzigt, heel veel zaken wijzigen. Liberalisering is erbij gekomen, dus de verhoudingen werden constant anders. Indien de zogenaamde specialisten die met het dossier bezig waren in infrastructuur en milieu een zekere bedrijfsoriëntatie, een zekere intellectuele flexibiliteit hadden gehad om te durven een beetje een bredere scope te nemen over die probleemanalyse, dan hadden we waarschijnlijk veel verder gestaan. Maar als je elke keer een probleem aankaart en duidt dat er wijzigingen zijn, dat bepaalde zaken niet kunnen, en je zegt, en je krijgt als antwoord altijd van, ja, maar het moet, want het is in 2000 zo besloten. Ja, dan heb je twee mogelijkheden. Of je komt ooit tot een niet optimaal geheel, als toch iedereen naartoe gaat, dan wil het zo dan maar doen. Of je komt tot helemaal niks, tot problemen. Daar zijn we in geraakt. Ik denk dat een belangrijk element zijde was. Wat had men van Belgische zijde nou kunnen doen om het eerder op te lossen? Die drie treinen niet bestellen. Gewoon in 2004 niet meer meedoen, ja. Het was leuk voor de reiziger. Nee, want we hadden met Thalys en blijkbaar nu ook binnenkort met Eurostar de perfecte mogelijkheid in een geliberaliseerd Europa om concurrentie te gaan doen. We zaten een beetje in een kromme situatie waarbij je jezelf eigenlijk concurrentie aandoet. Dus stel dat de Vira had gereden en daarnaast reed of erachter of ervoor reed een Thalys. Ja, dan zat er aan alle tweede kanten had je wel een Belgisch boordje dan. En inmiddels had natuurlijk, want u legde dat in het begin uit, de afgelopen twee jaar is het belang van de Belgische staat en de Belgische spoorwegen in de Thalys groter geworden. Werd dus ook het gewijzigd. Belang aan de Vira alleen maar ja, minder. Het is gewijzigd. Het is een volwaardige vennootschap geworden die als train operating company functioneert. En dus alle Thalysen, waar ze ook rijden, hebben een Belgisch kantje eraan, een rato van 40% van de aandelen. Zoals kwade tongen nou zeggen, de Belgen hebben zich er gewoon aan het eind uitgewerkt, omdat ze geen zin meer hadden om de concurrentie van de Thalys overeind te houden. Wat zegt u dan? Nee, want dan hadden we dat helemaal anders gespeeld en veel vroeger. Dan hadden we inderdaad die drie treinen niet besteld. En dan hadden we veel maar vroeger. Maar toen had u nog niet het contract met de Thalys zoals dat nu is? Nee, maar het contract met Thalys, de gesprekken, we zaten er wel al in de marketingvernootschap. En het was heel duidelijk dat na de Eurostar-onderhandelingen, waar ongeveer hetzelfde is gebeurd, maar dan met drie partijen, Engelse regering, SNCF en NMBS, dat vroeg of laat bij Thalys hetzelfde zou gebeuren. Dat was een automatisme bijna, ten gevolge van de liberalisering. De liberalisering in Europa maakt dat de vroegere samenwerkingsverbanden tussen spoorwegmaatschappijen, iedereen zijn eigen hokje,
Zowel ja, maar in het vracht gebeuren. U verliest mij. Dit is het hele proces. Maar als ik dit zo voor u hou, dat we eerst een beetje meestribbelende, althans in de ervaring vanuit Nederlandse zijde, meestribbelende NMBS hebben. En vervolgens worden de belangen bij de Thalys groter en de inzet vanuit Belgische zijde om een bijdrage te leveren aan de Vira kleiner. Snapt u dan dat daar mensen wat kritisch naar kijken? Dat is onrecht aandoen aan de mensen die uiteindelijk hebben ervoor gezorgd dat er een hele goede oplossing is gekomen. Okay, daar komen we over te spreken, ja, over de oplossing maar, uiteindelijk. Maar sta me toe om één zaak te... Dus u gaat ervan uit dat er nu heel veel geld wordt verdiend met die Thalys. Dat is uw hypothese. U zegt, nou kijk eens, jullie niet hebben... Mijne, dan, nee, ik zeg jullie, dat... De kwade tongen. Ja. U moet weten dat een Thalys pas een euro begint te verdienen als hij tenminste voor 2/3 gevuld is. Het ondernemersrisico van Thalys wordt hopelijk beloond met goede bezettingsgraden. En dat toont dan aan dat de reiziger goed reageert op het aanbod. Het kan heel goed zijn. Nu hebben ze zich geëngageerd voor 16 Thalys-treinen. Stel dat er maar 14 nodig zijn, ja, dan worden er wel 16 gereden. Dus het ondernemersrisico is er geweest. En er zal een zekere vergoeding tegenover staan. Maar ik wil nog wel eens zien, op een bepaald moment, 16 Thalys-treinen, 2 Eurostar-treinen. Misschien gaat ooit nog wel iemand anders ook op die lijn rijden, liberalisering. Dan gaan we nog wel zien wie er geld gaat verdienen. Op korte termijn is dat een goede zaak waarschijnlijk voor Thalys. Maar op korte en middellange en lange termijn is het vooral een goede zaak voor de reiziger, die nu een volledig aanbod heeft dat groter is dan wat er oorspronkelijk is voorzien qua aantal treinen. Ik geef het woord aan mevrouw Bergkamp. Op 9 december 2012 start de Vira-dienst Amsterdam-Brussel. Had u ingestemd met de startdatum? Is dat iets wat je van tevoren in dezelfde periode met elkaar afspreekt? Op Europees niveau heb je eigenlijk in principe slechts 2 data waarop je een nieuwe treinverbinding vrij groot kan opzetten. En dat is de tweede zondag van de maand juni en de tweede zondag van de maand december. Dat is een internationale afspraak en van Finland tot Italië is dat gewoon die afspraak. Dus elke keer weer hebben we een sprongetje van 6 maanden gemaakt. Ja. Oorspronkelijk was 2011 voorzien en dan was het juni. En uiteindelijk is het dan de tweede zondag van december 2012 geworden. Dus het had ook de zegen zeg maar, van NMBS om van start automatisme. Te gaan. Ja, het was een automatisme. Als het die datum niet was, dan hadden we weer 6 maanden moeten wachten. Misschien hadden we dat beter gedaan, maar... Oké, het is nu gelopen zoals het gelopen is. Wat waren uw verwachtingen van de prestaties van de Vira? Wij wisten, of wij vermoeden, dat er geen problemen met de veiligheid waren. Dus de veiligheidssystemen, daar hebben we een paar keer heel goed gevraagd aan de Nederlandse collega's, leken oké. U moet weten, aangezien we geen enkele trein hadden afgenomen, zijn er wel testen in België geweest. Maar wij hebben ook mensen ter beschikking gesteld. Maar de testen zijn volledig door NS of door High Speed Alliance of NSFNC gebeurd. Maar de trein is ook toegelaten door de Belgische inspectie. Absoluut. Voorlopig. Ja. Met een voorlopige... Conditioneel en voorlopig. Ja. Correct. Dus in die zin dachten we, veiligheid is oké. Okay. Het functioneren, er kwamen nog wat grijze wolkjes af en toe, stilvallen aan de grens en dergelijke. Dus ik had een beetje schrik, want het is altijd een risico, in de winter, tweede week van december opstarten. Ja, je bent ook een beetje in de handen van de weergoden. Bij elke nieuwe trein zijn er altijd wat mankementjes en een deur die niet open gaat en allerlei toestanden. Maar die kregen we wel in de greep. Wat dan ook, nog maar eens, de commitment van Assal de Breda, dat ze er gingen zijn en helpen en doen. Dus voor de start van december was er ook bij u voldoende hoop. Vertrouwen? Vertrouwen in het veiligheidsaspect en hoop dat het bedrijfseconomische zou meevallen. Ja. Mag ik dat later zo interpreteren als toch ook twijfels over die betrouwbaarheid? Ja, de testen waren niet super geweest. Het is heel duidelijk dat... Dat er meer hoop dan zekerheid was in het ganse. Dus zekerheid, zegt u, over de veiligheid, maar wel zorgen over de betrouwbaarheid op basis van de testen. We hebben het nog even niet over de winterperiode. Maar u gaf het net zelf al aan, op een gegeven moment waren er ook best wel heel veel storingen. En Ansel de Breda omschreef dat als kinderziekte. Voor een stukje was dat waarschijnlijk ook het geval, maar voor een ander deel was dat niet het geval. Kunt u dat wat verder toelichten? Er waren een aantal... Je had gewoon een aantal problemen die operationeel niet goed te praten waren.
Je had de batterijen, dat hebben we allemaal gezien. Daar hadden we wel allemaal een beetje schrik. Die laagspanningssystemen. Dan die deur die er ineens heel eigenaardig bij hing. Maar dan heeft u het eigenlijk al over de periode januari. Ja, ja. Maar mijn vraag was nog even over december. Toen waren er zeg maar ook storingen. Ja. En Ansel de Bredda gaf aan van, ja, dat zijn kinderziekten. Was uw indruk in december ook? Of dacht het was een slechte start. Het was een slechte start die geleidelijk aan beter werd. Dus we volgden dag per dag, week per week, met de statistiekjes in de hand op van welke incidenten, hoeveel incidenten. En er werd heel goed uitgewisseld en goed samengewerkt. Het was geen goede start. Als je dat vergelijkt met andere treinen, klassieke treinen die werden opgestart, zat je gewoon echt niet goed. Maar het verbeterde. Het verbeterde langzaam aan. En dan ineens kreeg je een nekschot, die ene week waar echt alles verkeerd ging. Ja, want wat was het moment zeg maar, dat u echt dacht, dit zijn geen kinderziekten meer, maar er is nu echt iets heel anders aan de hand? Wel, de cruciale fase is dan geweest, de vergadering in Antwerpen, toen de bodemplaat eronderuit was gegaan in januari. Dat was, het was al, de emmer werd gevuld en dan krijg je echt een liter water erbovenop door die bodemplaat. Ja. En toen was het afgelopen voor mij. Nou, op 17 januari werd de Vira ook echt van het spoor gehaald. Ja, dat hadden we zelf al gedaan, de dag ervoor. Ja. Dus ik had toen een afspraak gepland ook met Merel van Vroonhoven in Antwerpen. Ik heb haar toen gezegd, ja, die trein uit de hel, die moet nu van het spoor, dat kunnen we niet meer hebben, dat is een veiligheidsrisico. Zo heeft u dat ook letterlijk tegen haar gezegd, die trein van de hel. Trein uit de hel, ja. En zij heeft gezegd, ja, kijk eens, ik moet nu Bert Meerstad bellen. Wanneer was dat toen, gesprek wat u had met mevrouw van Vroonhoven? Een donderdag of een vrijdag. Dus toen de melding is gekomen dat de trein van het spoor werd gehaald, was het één of twee dagen ervoor. Dat was een donderdag of een vrijdag in Antwerpen, dus in januari. Toen heeft ze onmiddellijk Bert gebeld, die toen in Frankrijk was, dacht ik. Bert Meerstad, in Frankrijk. De directeur Ja, Bert Meerstad, sorry. Ja. Die toen in Frankrijk, dacht ik, op vakantie was. En die zijn ook onmiddellijk terug naar Nederland gekomen. En zij hebben toen al de zaterdag gecommuniceerd dat de trein van het spoor werd gehaald. En dat was niet, neem ik aan, alleen vanwege het afdekrooster? Waren er nog meer dingen? Of was dat echt? Ja, dat was wel een veiligheidselement. Hè? Als er stukken metaal van een trein beginnen vliegen, dan is dat niet per se de trein die een veiligheidsprobleem heeft. Maar een stuk metaal dat rondvliegt, dat kan ook mensen gewoon die aan een overweg staan te wachten raken of zo. Dus, en ook een trein kan zelfs ook ontsporen, hè? Op het moment dat zo'n afdekrooster op de rails ligt. Afhankelijk van hoe dan die rooster valt, hoe dik de rooster is en zo. Ja. Maar het was een veiligheidsincident dat bovenop al die andere operationele problemen kwam. Voor mij was het toen voorbij in de staat waarin de trein toen was. Ja. En toen hebben we ook met elkaar afgesproken dat we toen een aantal maatregelen gingen nemen naar Ansel de Bredda. Wat was volgens u de belangrijkste oorzaak van de problemen? Chronologisch of alfabetisch? Chronologisch. Dat, Hoewel, ik vind alfabetisch vind ik veel knapper. Hoeveel letters? Zeg maar, in die periode van, laten we eerst even naar die periode van januari gaan. Wat was toen de indruk van de oorzaken van de problemen die toen speelden? Er waren verschillende groepen van problemen. Het was heel duidelijk uit een aantal vaststellingen van de technici dat we een slechte trein hadden gekocht. Waarom zeg ik dat? Als een trein een paar weken of een paar maanden op het spoor zit en die vertoont op een aantal punten al hele vroege versnelde roestvorming, dan zit je met een probleem. Dan heb ik met een paar van onze oudere ingenieurs die zo'n beetje ervaring hebben met die, zeggen, ja, kijk eens, dat kan te maken hebben onder meer met zwerfstromen in die trein. Dat heeft dan weer te maken met onvoldoende isolatie, verkeerde montage en al die toestanden. En dat is één probleem. Dus je zit met een trein, en dat wordt dan later ook in de rapporten bevestigd van Mott MacDonald en zo, die gewoon niet de 20 of de 30 of de 40 jaar gaat meerijden die je eigenlijk zou moeten doen. Dat stel je dan vast. Dan zit je al met een probleem als bedrijfsleider. Dan stel je vast dat die trein heel moeilijk operationeel te houden is. Want alles is een beetje anders gemonteerd en alles draait nog wel binnen. En dan weet je ook dat Watergraafsmeer daar een hele kluif gaan aan hebben. De eerste relatief speciale trein die ze daar gaan binnenkrijgen, met een ze hebben goede ingenieurs en goede technici daar, maar ja, je moet er maar aan beginnen. Dan heb je eigenlijk liever een trein die weinig problemen geeft, want je gaat al genoeg problemen met je gebrek aan ervaring moeten oplossen.
Dan heb je ook een aantal systeemproblemen die toch regelmatig naar boven kwamen. Aan de grens stopte de trein, een probleem met de software en al die toestanden. En softwareproblemen met treinen, pakweg 40 jaar geleden had je die niet, omdat er geen software was. Nu stopt men elke trein meer en meer vol met software, omdat je dat ook bindt aan de spare parts en aan de software sleutels van die fabrikant of van zijn subcontractor. Maar vroeg of laat kom je daar ook in de problemen. Met een bedrijf dat bovendien te koop stond, waarvan je niet wist of ze eigenlijk nog 2 of 3 jaar gingen uitzingen, want met hele slechte resultaten. Dus alles kwam dan samen. Als je dat allemaal op een rijtje zet, kleine operationele problemen, de betrouwbaarheid van de leverancier, het feit dat door het conceptuele je een kwaliteitsprobleem had gekocht, ja, dan was hetzelfde de analyse gemaakt. En over het ontwerp? U zei net zelf de laagspanning, dat was een probleem. Ja, maar dat is een subsysteem. Ja. Dat is een subsysteem. Ja, maar het ontwerp was verder wel goed. Ja, wat is design? Design, ja. Er zijn mensen die denken dat die neus een design element is, maar uiteindelijk is een trein gewoon een lange gladde buis met een bepaalde neus erop en met technische componenten erin. Maar u geeft in ieder geval aan dat het een samenspel was van verschillende problemen. Ja. En dan ook nog een fabrikant waar het vertrouwen niet meer in was. Om even terug weer te gaan naar die periode van januari, op een moment dat besloten werd om tijdelijk met de trein te stoppen, was dat voor u eigenlijk ook een definitief moment van, ik heb het vertrouwen niet meer? Nee. Je moet de contracten honoreren zoals ze voorliggen. Het contract voorzag heel duidelijk in een mogelijkheid van de fabrikant om de problemen die geïdentificeerd werden en waren, om die op te lossen en met geloofwaardige en goede oplossingen te komen. We hebben hem die kans geboden in gemeenschappelijk overleg. We zaten daar allemaal op dezelfde bladzijde. NS en NMBS hebben daar de kans gegeven aan de fabrikant, meer dan wat contractueel was voorzien. Want hij zat al een aantal maanden in de reparatiemode eigenlijk. Maar was het meer het houden aan het contract vanuit juridisch positie? Hij heeft de kans gehad. Ja. Ik heb wel de inschatting gemaakt met mijn mensen, kunnen ze dat? Kunnen ze nu op 3 maanden rechtzetten wat ze 10 jaar bijna hebben verkeerd gedaan? En het geloof was dat, 1, als ze al alles erop zetten en zelfs externe resources erbij halen om al die probleemoplossingen goed aan te brengen, kunnen ze misschien geloofwaardige oplossingen brengen. Maar dan nog, om die te realiseren, ben je vertrokken voor een inschatting die een van de meest ervaren ingenieurs bij ons heeft gedaan, was tenminste 2 jaar. Op voorwaarde dat alle resources beschikbaar zouden zijn. Mijn vraag was nog even het moment van januari, toen zeg maar tijdelijk werd besloten om te stoppen. Of u op dat moment ook echt het vertrouwen had, want in uw boek schrijft u dat u toen al af wilde van de Vira. Ja, ik heb er nooit een geheim van gemaakt. Ik wilde er al vanaf 2003. Ja. Dus januari was voor u toen de problemen ontstonden. Mijn inschatting was toen dat we perfect het contract konden honoreren en moesten honoreren, want het was ook een contract, die moet correct zijn. Maar ik geloofde op dat moment al niet meer in de mogelijkheid van Ansaldo Breda om volwaardige oplossingen te brengen. Dus mochten ze dat hebben kunnen doen, had ik ze aanvaard. Ja. Maar dus u hield gebleken nog ietsje open? U hield nog de optie volledig open. Maar het was ook zeg maar contractueel juridisch om ze ook nog een kans te geven, 3 maanden, om met een oplossing te komen? Ze hebben 4 maanden gekregen en de oplossingen zijn geëvalueerd door NS en NMBS. We zijn beide tot dezelfde conclusie gekomen. Het was niet genoeg. Het was zelfs totaal onvoldoende. De oplossing waar ze mee kwamen na 3, 4 maanden, zegt u, was onvoldoende voor u. Nog even naar die periode van dat loslaten van dat afdekrooster. We hebben begrepen dat het de 15e gebeurd is. Wat heeft u doorgekregen vanuit Nederland, vanuit de vervoersmaatschappij? Want dat is natuurlijk echt, zegt u zelf, een behoorlijk veiligheidsrisico. Wanneer werd dat signaal afgegeven? Nee, ik denk dat het signaal op hetzelfde moment door beide samen is vastgesteld binnen de systemen. Ja. En wij hebben het zelf gemeld aan de Belgische toezichtsautoriteit, die de zaak heeft geëvalueerd. En dan, ik denk dat we na 2 dagen daar hadden gemeld of zo. En die heeft dan 1 dag later gewoon de licentie ingetrokken. Het was trouwens maar een voorlopige toestemming. Ik wil nog even wat exacter dit proces in, want dat luistert nauw. De 15 wordt ontdekt door Netrain, de onderhoudsmaatschappij, dat
het afdekrooster van een trein kwijt is. Wanneer is zijn de Belgische, ik weet niet of het de inspectie is geweest of de Belgische vervoersmaatschappij, mijzelf, ja, gaan zoeken naar dat afdekrooster? Want dat is. Dat weet ik niet. Die data, ik kan me herinneren dat we de dag voor ik met Merel van Vroonhoven samen zat, het incident gebeurde. En dat ik dat heb doorgekregen van mijn eigen diensten en dat wij zelf de Belgische inspectie hebben geïnformeerd. Ik weet niet of het NetTrain of de operators of de treinbestuurder of wie dan ook was die de melding heeft gemaakt. Dat herinner ik me niet. Kan het zijn dat de 17e 's avonds door België gezocht is naar dat afdekrooster en dat er dus tijd heeft gezeten tussen de 15e het ontdekken dat er een afdekrooster ontbrak en de 17e de avond? Dat herinner ik me niet. Dat weet ik niet. Want dat is op zich een behoorlijk veiligheidsrisico dat er ergens zo'n afdekrooster ligt en je weet nog niet waar het ligt. Kan het zijn dat het zo lang duurt? Dat er bijna 2 dagen tussen zit? U zegt zit? Een behoorlijk veiligheidsrisico. Het risico zat er vooral in dat het loskwam, minder dan dat het er niet ophing. Dus, als het op de sporen ligt, zo'n afdekrooster, want je weet nog niet waar het ligt en er rijdt een trein overheen. We hebben gelezen dat dat ook zelfs kan leiden tot ontsporing. Ja. Maar dan, ja, 1 kiezelsteen kan tot ontsporing voeren, ook als die in een wissel terechtkomt. Dus, maar het is een beperkt veiligheidsrisico geweest, een heel beperkt denk ik. 2, maar het was een veiligheidsrisico omdat er stukken metaal van een trein loskomen. 3, in principe op een hoge snelheidslijn, tenminste in België, wordt er elke dag met een klassieke locomotief ook een soort veegmanoeuvre uitgevoerd, zodanig dat er op die lijn wordt gereden om eventuele hindernissen te doen. Dus het is nooit een veiligheidsrisico geweest. Ja, sorry dat ik u onderbreek, maar de 18e werd pas dat afdekrooster gevonden. Dat dus kan, ik weet het niet, de data zeggen me de niks. De data... Ik weet niet wanneer de melding is binnengekomen, via wie de melding is binnengekomen. Ik weet dat we de dag na die melding, die ik heb binnengekregen, dat ik onmiddellijk die vergadering met Merel van Vroonhoven had, dat ik daar heb gezegd, kijk, we stoppen er gewoon mee, want dat kan je niet meer hebben, dat er nu ook al stukken afvliegen. Ja, het stoppen in ieder geval met de trein, dat heeft u net goed uitgelegd wanneer dat was. Maar u weet niet meer precies wanneer de Belgen zijn gaan zoeken naar het afdekrooster. Nee. Ik weet alleen wanneer ik de melding heb gekregen dat er een rooster was afgevallen, en hebben we direct geageerd. En wij hebben zelf de melding gedaan aan de Belgische toezichtsautoriteit. Vindt u dat er meteen eigenlijk gestopt moet worden met het rijden met treinen op het moment dat zo'n afdekrooster van een trein is afgevallen? Vanwege dus veiligheidsrisico's? De vraag is waarom is die plaat eraf gegaan? 1, die plaat is een geperforeerde plaat. Dus het is niet zo dat dat... Mijn vraag was, sorry dat ik onderbreek. Het gaat er mij om dat er ergens een afdekrooster ligt. Weet hem nog niet waar, bij het spoor, op het spoor. Vindt u dat dat een reden moet zijn om in ieder geval te zorgen dat er geen treinen meer rijden over datzelfde spoor, totdat het afdekrooster gevonden is, vanwege veiligheidsrisico's? Anders hadden we niet de beslissing genomen om ermee te stoppen. Maar dus er zit tijd tussen de 15e en de 18e. Dat kan. U zegt dat. Ik neem uw woord voor waar aan. Ik heb de melding gekregen dat er een rooster van de trein was afgekomen, van een Nederlandse trein. Dus een trein die in principe door NetTrain werd onderhouden ook. En onmiddellijk na die melding hebben we de beslissing medegedeeld aan NS. We stoppen ermee. Is er consultatie geweest met Bert Meerstad. Maar u heeft zelf geen opdracht gegeven, zeg maar, toen gemeld werd op de 15e dat een afdekrooster ontbrak om het treinverkeer te stoppen op de hoge snelheidslijn. Wel, ik volg u in uw data, maar ik herken ze niet per se. In mijn interpretatie is de melding binnengekomen bij de vaststelling. Was de vaststelling nu het vinden van het rooster of de melding van NetTrain dat er een rooster ontbrak? Maar onmiddellijk na de melding aan onze diensten hebben we die beslissing genomen om stop te zetten. En wij hebben dan ook de melding gedaan aan... En we zijn ervoor bekritiseerd geweest omdat we 1 of 2 dagen vertraging hadden bij het melden aan de toezichtsautoriteit in België. Dat herinner ik me wel. Maar ik herken op dit moment niet dat er 2 of 3 dagen tussen zaten, tussen het wegvallen van het rooster en het feit van het stopzetten. Maar u kan gelijk hebben, maar ik herken het op dit moment niet. Okay. Kijk even naar mevrouw van Toorburg. Naar de tijd kijkend, er zijn dus 3 maanden geweest waarin u Ansaldo Breda nog de kans heeft gegeven om tot oplossingen te komen. Maar stond u daar überhaupt nog voor open? Ik was sceptisch. Omdat in mijn analyse het extreem moeilijk zou zijn, gezien de
het enorme aantal problemen die voorlagen. Er waren twee passages daar. Zij definiëren oplossingen voor alle problemen. En dan moet je ze nog realiseren, de probleemoplossingen. Dus onze ingenieurs zeiden toen van, ja, zelfs als ze al die oplossingen aanreiken, dan moeten die nog gerealiseerd worden en ben je voor meer dan 2 jaar vertrokken. Ik was al heel sceptisch, wetend hoe zij tegenover de problemen stonden. Ze zouden heel defensief reageren. En dat is uiteindelijk ook gebleken. Ze hebben heel weinig probleemoplossingen aangedragen. Dus in mijn eerste analyse bleek juist te zijn dat ze niet met voldoende probleemoplossingen zijn gekomen. Zeker geen geloofwaardige. Want het verbeterplan was wat u betreft... Het verbeterplan waar Ansaldo Breda mee kwam, nou, had het al even over. Echt onvoldoende in uw ogen. Mevrouw Bergkamp. Op welk moment is intern bij de NMBS eigenlijk besloten om echt definitief te stoppen met vieren? Dus je bedoelt na de periode van 3-4 maanden? Ja. Formeel moeten wij bij NMBS door 2 organen. Het directiecomité. Dat bereidt de besluitvorming voor de Raad van Bestuur, onze Raad van Commissarissen. De Raad van Commissarissen, die uiteindelijk de beslissing heeft genomen, heeft plaatsgevonden op vrijdag 31 mei. De dinsdag van dezelfde week, dat zal dan even terugkrijgen, een paar dagen terug. De dinsdag van dezelfde week heb ik in de voormiddag het voorstel gedaan aan het directiecomité om te stoppen. Ik had de vrijdag daarvoor Merel van Vroonhoven en Bert Meerstad uitgenodigd in Antwerpen om hen mijn intentie om dat voor te stellen aan het directiecomité voor te leggen. Bert kon toen niet, hij was toen ziek. Merel van Vroonhoven heb ik die boodschap gebracht op die vrijdag, dus 1 week voor de 31ste mei. Zij heeft er kennis van genomen, zij heeft daar eigenlijk inhoudelijk nog niet op gereageerd, heeft nog een vraag gesteld. Het was eigenlijk een soort informatief gesprek. Ik ben dan na het directiecomité van de NMBS, waar we het besluit hebben genomen ter voorlegging aan de Raad van Commissarissen voor de volgende vrijdag, ben ik in de namiddag naar Den Haag gekomen om mevrouw Mansveld te ontmoeten. En vooraf had ik een vergadering met onder meer meneer Fukken. Was dat op 28 mei dat u... Sorry? Was dat op 28 mei dat u dineerde met mevrouw? Dinsdag, 31, 30, 29... dat zal 28 zijn geweest, ja. Met meneer Fukken en met mevrouw van Vroonhoven. En daar zijn we al beginnen nadenken over, ja, hoe gaan we dat nu oplossen? Want de positie van de Nederlandse staat was nog altijd, we hebben wel nog altijd een samenwerkingsovereenkomst die jullie vervoerders niet uitvoeren. Logische reactie. Ik heb toen aan mevrouw Mansveld ook gezegd wat de besluitvorming van ons directiecomité was de dinsdagochtend. Maar dat moest gevalideerd en goedgekeurd worden door de Raad van Commissarissen de volgende vrijdag 31 mei. Mevrouw Mansveld heeft mij toen gevraagd om daarover, mochten we tot die besluitvorming komen, de daaropvolgende vrijdag niet te communiceren. Dat heb ik haar niet kunnen toezeggen, omdat, en ik moet dat bekennen, er 1 of 2 leden van onze Raad van Commissarissen waren die bijzonder indiscreet waren. En ik wist dat het in de pers zou terechtkomen, mochten we die beslissing nemen, omdat het ook een heel hot item op de publieke agenda was. Ze had er alle begrip voor. En het volgende was dan dat wij de vrijdag in de Raad van Commissarissen van de NMBS 's ochtends die besluitvorming hebben genomen, waar ook kennis is genomen dan van dat Ernst & Young rapport. En ondertussen had ik ook begrepen van, ik dacht Merel van Vroonhoven, dat de woensdag en de donderdag, voor we naar onze Raad van Commissarissen gingen, de Raad van Commissarissen van NS tot dezelfde besluit was gekomen. Maar dat zij er niet gingen over communiceren op vraag van de vertegenwoordiger van de staat in hun Raad van Commissarissen.
Vrijdag hebben we dan mijn persconferentie gedaan. Misschien kunnen we tot zover even het proces, want we gaan van al die stappen nog even wat vragen stellen. Maar het is goed om even een schets te hebben over de chronologie van alle stappen. Het is in ieder geval zo dat het was uiteindelijk ook een gemeenschappelijk besluit van NMBS en de NS om te stoppen. Ja. Het is niet zo, want dat beweren ook wel eens bepaalde mensen, er wordt soms als een bepaalde kleur aangegeven dat NS niet anders kon om te stoppen omdat NMBS gestopt was. Maar u merkte dat in ieder geval in de communicatie, dat niet zo was. Ik heb medegedeeld dat het mijn intentie was om te stoppen. En ik heb heel duidelijk aangegeven, 1 week vooraf, wanneer ik wat zou doen in de besluitvorming. Was het op dat moment dat u dat besprak met de NS al duidelijk wat de NS zou doen? Nee, ik nog had niet. De indruk dat de NS op dat moment nog altijd onder hoogdruk zat. Dat het proces dat wij hadden gevoerd intern was al afgelopen. Onze evaluatie van zijn die plannen goed en zo. Ik had het gevoel dat bij NS, gezien hun complexe structuur, waar heel veel meer raden en directiecomitees van alles moesten zeggen, dat men daar ietsje meer tijd had. Ik heb toen nog een paar informatieve vragen gekregen van, wat als en wat zou je denken van? En toen dacht ik, die zijn er nog niet helemaal door. Okay, we gaan het proces nog even met elkaar ontrafelen. Maar in ieder geval de eindconclusie was op een gegeven moment om gezamenlijk te besluiten om te stoppen. Maar in ieder geval vanuit NMBS is eerder aangegeven de wens, of in ieder geval het besluit om te stoppen. En de NS was daar nog op dat moment niet helemaal nog over uit. En u zegt, de hele structuur was ook wat complexer, dus het moest ook nog door een aantal gremia. Merkt u ook dat de NS zorgen had om de concessie te verliezen? Is dat iets wat ook speelde, wat u merkte? Ja. Wanneer merkte u dat? Permanent. Dus ook zeg maar op een moment dat, Jaren is dat de latente vrees geweest. En dat begrijp ik niet aan het Nederlands model. Waar je ook in Europa gaat, de spoorwegmaatschappij is altijd een gehate vennootschap. Maar als het echt crisis is, dan zie je altijd dat de politieke overheid en de spoorwegvennootschap elkaar toch vinden om verder te gaan. Ja. In ieder geval mijn vraag was van, speelde dat een rol? U zegt eigenlijk doorlopend. Dus ook zeg maar in de laatste fase, toen de NS nog bezig was om een besluit te nemen om wel of niet te stoppen, merkte u dat toen ook nog speelde? Ja, maar dat is een constante geweest in uw bezorgdheid. Proces, dat was een van de elementen in uw besluitvorming die permanent aanwezig was. U sprak in de laatste week van mei met de NS en het ministerie over mogelijke oplossingen. Zou u daar iets meer over kunnen vertellen over wat voor oplossingen er werden besproken? Wel, er hing een heel groot wit bord in het kantoor van meneer Fucken. Daar zijn we met z'n drietjes dan rond een grote ronde tafel gaan zitten. En heb ik ook af en toe op het grote witte bord wat voorstellen gelanceerd over Thalys, over Eurostar, over het heropleven van de Benelux-trein, over al die elementen. Dus uiteindelijk, daar is een beetje het concept geboren van de oplossing die nu operationeel is. Er komen straks ook wat vragen over, maar daar is in ieder geval de basis gelegd voor het voorstel wat later verder definitief werd. Eind mei, gaf het net al aan, belde u mevrouw van Vroonhoven. Maar ook om te vragen of de NS de 3 Belgische Vira-treinen over mocht nemen. Dus mevrouw Vroonhoven gaf dat aan. Wat was uw reactie daarop? Ik gaf dat aan. Het was geen voorstel, want het was heel duidelijk voor mij dat de context was dat verschillende discussies nog liepen binnen NS. En dat er ergens wel iemand is geweest wat, als we dat nu eens doen, of als we dat zouden doen, en dat men gewoon de deurtjes aan het sluiten was van de goede en van de slechte oplossingen om het beste deurtje open te houden. En in die context kan ik me voorstellen, want er was ooit al eens, heel informeel opgekomen, dat men zegt, als we nu eens gewoon heel dat project in handen nemen, zijn we van die lastige Belgen af. Maar dan moeten we wel die 3 treinen van Ansaldo Breda, die nog niet waren afgenomen, eigenlijk ook op ons bord leggen. En ik heb haar toen gezegd van, vind je dat wel een goed idee? Want je vergroot je hoop problemen. En een kwartiertje later, zelfs,
Ik was nog altijd niet in Den Haag aangekomen. Ik zat in de wagen. De bel zei, ja, je hebt gelijk. We gaan dat helemaal niet doen. Dus, dus je ziet het meer als een van de opties die op dat absoluut. Moment... Het was geen voorstel. Het was zeker geen voorstel. Zeker geen voorstel. Het was gewoon... Je had natuurlijk, als je in een heel structureel creatief proces zit van probleemoplossingen, en je zit met al die organen en met al die vennootschappen, ja, dan moet je allemaal deurtjes sluiten. En daar ben je wel even mee bezig. En een van die deurtjes was dan om, kijk eens, wij gaan alles oplossen. Wij zijn de redders van het vaderland. Dat was geen verstandig idee. Had u het idee dat er bij de NS op dat moment toch ook nog overwogen werd om door te gaan met de vieren? Ik denk dat dat een van de deurtjes was die open stond. En, dat deurtje stond op dat moment nog open. Maar dat is klassiek hoor. De echte spoorwegingenieurs, zeker van een bepaalde generatie, die denken echt dat ze alle problemen kunnen oplossen. En dat klopt ook. Ze kunnen alle problemen oplossen, maar het kost dan vaak veel geld en heel veel tijd. Dus het was een van de deurtjes, maar in ieder geval van die drie treinen, dat deurtje ging vrij snel dicht. Want mevrouw van Vroonhoven belde u binnen een kwartier om te zeggen dat gaan we niet doen. Dat is echt geen voorstel. Op 28 mei dineert u met mevrouw Mansveld, staatssecretaris. En u zei haar toen dat u wilde stoppen, of ging stoppen, moet ik zeggen, met de Vira. U zei echter ook dat als de NS drie Vira's van de NMBS wilde nemen, u bereid was de Vira in het openbaar niet als onveilig te bestempelen. Wat bedoelde u daarmee? Ik heb... We hebben dat in onze stukken kunnen vinden. Nee, het is heel eenvoudig. Dat was gewoon de consequentie. Dat was dezelfde dag dat dat telefoontje is geweest. Daar is ook nog even over gepraat. Maar ik heb gezegd, als jullie die trein willen, ik ga er geen uitspraken meer over doen om jullie pad niet moeilijker te maken. Want een van de pistes die open lag natuurlijk, in de relatie met Ansaldo Breda, was om te zeggen van kijk eens, die trein is niet goed, die is onveilig en slecht, al die toestanden. Maar dan zit je in een procesmode met Ansaldo Breda. Dat is het enige. Maar wat heeft dat te maken met het overgaan van de V-kaart, de veiligheidskaart? Want het lijkt erop dat het samenhing, die drie treinen die de NS dan zou overnemen, met het feit dat u dan bereid was om de Vira niet in het openbaar als onveilig te bestempelen. Nee, dus... Die link snap ik niet. Dus ja, heel eenvoudig. Als je 16 treinen hebt en drie treinen en je wil er vanaf, dan moet je ergens in een probleemoplossing komen met die fabrikant, met Ansaldo Breda. Nu, we hadden een aantal elementen, de rapporten van Mott MacDonald, van Concept Risk en anderen, waar er toch wel een aantal veiligheidselementen ook naar boven kwamen. Nu kan je daar, stel nu dat één van je partners, NS in dit geval, zegt van, nou, ik overweeg nog om die drie treinen over te nemen, wat heel snel is weggekazerneerd. Ja, dan kan je kan het niet maken dat je dan drie treinen overlaat aan hen. Ze nemen alle verplichtingen, financieel en andere, op zich. Ja. Dat je daarna achter het hoekje gaat staan schreeuwen. Nou, dan hebben ze hele slechte, onveilige treinen gekocht. Dat was het hun probleem geweest. Dus dat was eigenlijk meer een moreel engagement. Eerder dus het was meer anders. Naar de partner die dan drie treinen zou overnemen. Ja, maar dat was helemaal geen goed idee. En ze hebben daar ook nooit, denk ik, echt overwogen. Want... Maar vond u dat de trein dan in principe onveilig was? Want als op een gegeven moment in zo'n discussie van, nou, dan ga ik in ieder geval niet naar buiten brengen dat de trein onveilig is. Hoe zit dat dan? Omdat je in de rapporten van Mott MacDonald en Concept Risks zijn er een aantal veiligheidselementen opgedoken. Toen we de trein opstarten in december, waren we van overtuigd dat er geen veiligheidselementen waren. We hebben de trein stopgezet, we hebben er experten op losgelaten. Mott MacDonald, Concept Risk en ook nog ergens een Duitse tent op vraag van de NS. En daar zijn een aantal veiligheidselementen naar voren gekomen. Op dat moment zit je nog in probleemoplossingen. En blijkbaar was één van de mogelijke 10, 15, 20 probleemoplossingen om al die treinen bij NS te zetten, die drie van de Belgen ook. Op dat moment zwijgen wij en is het probleem niet meer voor ons. Mijn engagement was dan om ook niet meer over die veiligheidstoestanden te gaan... Om in ieder geval niet naar buiten te brengen dat er veiligheidsissues waren. Maar die ook al in die rapporten zaten. Ja. Die ook in die rapporten zaten. Ja. Dus het ging niet zozeer dan om een onveilige trein, maar uit de onderzoeken bleek dat er een aantal veiligheidsissues waren. Ja, ja. En u zei van, nou, als Nederland drie treinen overneemt, dan ga ik niet buiten roepen dat die trein onveilig is. Vervolgens houdt u een persconferentie, 31 mei 2013... om te stoppen, om dat toe te lichten. En het is een... u gebruikt dan best wel harde statements. Hè? U zegt bijvoorbeeld, u noemde de treinen rampzalig. En u creëerde toch iets van een beeld van een onveilige trein. In ieder geval, veel mensen hebben dat zo opgevat, van dit trein valt echt uit elkaar. Was dat ook een beetje uw bedoeling om zo'n beeld te creëren? Nee. De,
ik zou graag uw aandacht trekken op het feit dat op dat moment heel het besluitvormingsproces al achter de rug was om de treinen niet te aanvaarden. Dat is, de persconferentie is begonnen minder dan 3 kwartier na het afsluiten van onze Raad van Commissarissen. 1 dag nadat de Raad van Commissarissen van NS tot de conclusie was gekomen. Dus de persconferentie was niet zozeer om de besluitvorming te beïnvloeden. Integendeel, want die was al achter de rug, dat was al voorbij. Besluiten waren genomen. Die was er enkel om heel duidelijk te stellen aan iedereen die, want je had alle spoorwegkenners vonden nog, en het moest opgemaakt worden, en het moest dit. Je had onwaarschijnlijk veel meningen erover. Dan hebben we gewoon op een vrij droge manier, had ik het gevoel, niet echt agressief, hebben we gewoon citaten gegeven uit de rapporten van Mott MacDonald en Concept Risk en fotootjes getoond die we hadden gekregen van de collega's, voornamelijk uit Watergraafsmeer. Meer hebben we eigenlijk niet gedaan. En meer was ook niet nodig, want daaruit bleek wel dat die trein toch niet onze beste beslissing was geweest. Maar het doel van een persconferentie is ook, of in ieder geval een effect, om de publieke opinie te beïnvloeden. Maar je zegt dat was niet een doel. Maar het was op zichzelf een gewoon, en u kan dat naïef vinden, ik wou helemaal niks beïnvloeden, want op dat moment was de publieke opinie al heel sterk tegen die treinen. Je moest maar de lezersbrieven en de persartikels van die periode bekijken om te weten dat iedereen heel goed wist dat er problemen van die trein waren. Persoonlijk heb ik geprobeerd om transparantie te brengen. Je had geen perceptiemanagement meer nodig, want de perceptie was er al dat dat een rampzalige trein was. Je hebt gewoon feiten aangegeven om te documenteren dat je besluit om ermee te stoppen, 1. Luisteren naar de reiziger was, en 2. Ook ingegeven door een aantal goede analyses van Concept Risk en Mott MacDonald. Maar met het noemen van een rampzalige trein. Dan gaf ik een goede beschrijving van de realiteit, dacht ik. Maar dat kan wel een effect bij het publiek hebben van het was ook een onveilige trein. Ik heb nooit het woord onveilig. Ik heb nog eens mijn. Dat is al 1 of 2, 3 geleden, maar ik heb die persconferentie nog eens terug bekeken. Ik heb nooit het argument veiligheid uitgespeeld in die conferentie. Ik heb gewoon citaten gegeven uit de rapporten van de specialisten, waar ze over bepaalde thema's praten. En ik heb plaatjes getoond die werden gemaakt door de collega's in Watergraafsmeer. Kun je stellen dat de trein niet onveilig was, maar kwalitatief slecht? De trein was kwalitatief slecht. De achterliggende ondersteuning om die trein goed te houden was slecht. En het feit dat die kwalitatief slecht was, had op langere termijn tot veiligheidsrisico's kunnen voeren. En dan denk ik bijvoorbeeld aan de roestvorming op de assen en dergelijke. Helder. De NS maakte pas later kenbaar dat ze gingen stoppen met de Vira. Waarom kwam u niet samen met dat bericht naar buiten? Ja, dan moet je. U weet precies hoe dat proces gelopen is. Ik weet hoe het proces gelopen is, maar ik spreek natuurlijk uit tweede hand. Mij werd verteld dat, en ik begrijp dat, dat bij de besluitvorming in de Raad van Commissarissen van NS, de donderdagavond, dus een paar uur voor wij naar onze Raad van Commissarissen gingen, dat de vertegenwoordiger van de minister van Financiën had gevraagd om niet te communiceren erover. Okay. Omdat hij inzicht wou hebben in de financiële consequenties van de beslissing op de rekeningen van NS en de eventuele consequenties die dat zou kunnen hebben op de eventuele dividendpolitiek van de NS. Werd mij gezegd, ik weet niet of dat waar is. Aangezien wij wel communiceerden, was dat eigenlijk was dat een moeilijk moment, want dat was eigenlijk een vervelend moment. En dat toonde voor mij aan, want ik dacht dat wanneer ik communiceerde met mevrouw Mansveld en met NS, dat de communicatie met Nederland oké was. Ik stel alleen vast dat NS of mevrouw Mansveld, wie dan ook, ik weet niet hoe dat normaal gaat, misschien onvoldoende gecommuniceerd hebben met de vertegenwoordiger van de Nederlandse staat in de Raad van Commissarissen van NS. Dus het had eigenlijk volgens mij toebehoord aan de NS-directie om dan misschien te melden van jongens, u vraagt misschien wel dat wij niet gaan communiceren,
Maar weet wel dat die jongens in het zuiden dat die wel gaan communiceren. En dat is ook helder gecommuniceerd, zoals mevrouw Mansveld ook heeft bevestigd. Dus de intentie was om gemeenschappelijk naar buiten te treden. U had zelf aangegeven, we kunnen dit niet lang onder de pet houden. Want als mijn raad het weet, dan kan dat naar buiten toe komen. Ik heb hem ook gezegd dat wij die persconferentie gingen doen. Het was niet gewoon van het kan gebeuren. Ja. Ik heb hem gemeld, vrijdag na de raad. Dat wist mevrouw Mansveld, staatssecretaris. En toen heeft de heer Dijsselbloem aangegeven, geeft u aan, meer tijd nodig te hebben om waarschijnlijk te kijken nog naar de financiële consequenties. Well, ik weet niet of het meneer Dijsselbloem was. Het was de vertegenwoordiger van de Nederlandse staat, inderdaad van commissarissen van NS. Dus eigenlijk had men daar, die donderdagavond, had iemand moeten zeggen aan de vertegenwoordiger van de Nederlandse staat, inderdaad van commissarissen, van... Oppassen, je kan nu misschien wel vragen dat wij niet communiceren en wij gaan niet communiceren. Maar weet wel dat tussen dit en 12 uur de Belgen wel gaan communiceren, want op dat moment gaan ze hun persconferentie brengen. Ja. Dus niet communiceren was geen optie. En ik vind het heel vervelend dat tussen meneer Dijsselbloem en mevrouw Mansveld... Op terug te komen, de heer Dijsselbloem heeft ook aangegeven dat hij zich eigenlijk voor het blok gezet is gezet door u... persconferentie. Wat vond u daarvan? Ja, ik vond dat heel onprettig, omdat ik heel correct had gecommuniceerd. Ik heb meer gecommuniceerd in die week met Nederland dan in welke week ook uit mijn leven. Dus in die zin vind ik het jammer, maar het is niet aan mij om heel de Nederlandse regering op te bellen en te zeggen, kijk eens, we gaan een persconferentie in België doen. Heeft u nog wel een poging gedaan om de heer Dijsselbloem te bellen, om het misverstand op te helderen? Ja, ik heb nog eens één keer geprobeerd, maar hij was zo'n druk bezet. En hij is een minister van Financiën, is een druk bezet persoon natuurlijk. Hè. Ja, ik geef het woord aan de heer Van Gerven. Meneer de Scheemaker, u vertelde zojuist, of iets langer terug, dat u gesproken hebt met ambtenaar Fukke van het ministerie van Infrastructuur en anderen over alternatieven en opties. Wanneer was dat precies? Wel, het gesprek dat ik er juist voor de geest haalde, was op de dag dat ik ook mevrouw Mansveld later trof. Dat was dus de dinsdag voor die bewuste persconferentie. Toen hebben we gepraat over alternatieven. Maar feit is natuurlijk dat we in de daarvoor liggende maanden... waren er ook al een aantal, iedereen was aan het kijken, moeten we naar andere trakslocomotieven, wat kan Thalys, Eurostar. Dus daar is het gesprek eigenlijk veel concreter geworden met getalletjes, met frequenties, met aantal treinen en dergelijke. En met noodzakelijke maatregelen om het überhaupt, mocht het een thema zijn, te realiseren. Want ik heb bijvoorbeeld een verbindingsrol gespeeld tussen NS en Eurostar. Ik heb mevrouw Van Vroonhoven en de CEO van Eurostar, Nicola Petrovic, uitgenodigd. Ik heb ze samengebracht in Antwerpen om heel snel en heel efficiënt, vrij informeel te kunnen samenwerken om tot een oplossing voor de Nederlandse reiziger te maar komen. Maar dat was al voor 28 mei? Dat was volgend daarop. Kunnen we nou... Want u stelde net dat er verschillende deurtjes open stonden bij die bespreking met NS en het ministerie. En dat een ander openstaand deurtje het alternatieve vervoer was, zoals dat nu min of meer rijdt. Was dat nou was dat belangrijk voor het besluit van NS om te stoppen met de Vira? Wel, ik heb de discussies van NS niet meegemaakt in hun raad van commissarissen of in hun beheersorganen. In de gesprekken die we hebben gevoerd was het duidelijk dat in de relatie tussen de overheid en NS de overheid een gigantisch belang hechtte aan het realiseren van een zo goed mogelijk aanbod in zo groot mogelijke mate overeenstemmend met de oorspronkelijke aanbodsgedachte. Dat is heel, mevrouw Mansveld heeft er nooit enig misverstand over laten bestaan en Jeroen Fukken eveneens niet, door te wijzen op het feit dat jullie hebben ooit een afspraak gemaakt, jullie hebben je geëngageerd voor zoveel treinen en toestanden. Wij gaan wel, wat jullie ook op de weegschaal brengen, afwegen ten opzichte van wat er ooit is afgesproken. En daar was ze heel duidelijk en vrij hard in. En uiteindelijk hebben we ook die toetsing gedaan van de eindoplossing. Dus wat daar allemaal
kon gerealiseerd worden met Thalys, met klassieke. Maar dat is wat later, hè? Dat is wat later. Maar het gaat mij om de afweging, laten we zeggen, het besluit, zeg maar, eind mei, om te stoppen. Of je daar toen al uit kon destilleren, dat NS daaruit kon opmaken, nou, als wij een zo goed mogelijk alternatief bieden, dan behouden wij de concessie. Daar ben ik een beetje over gevraagd. Ik weet dat de concessie een permanente bekommernis was. U zei dat zojuist. Ja, ik weet dat zij heel hard werkten aan, en heel breed ook. Hè. Ze zochten ook heel Europa af naar alternatieve treinen. Dus ze waren heel hard aan het werk om zo snel mogelijk een zo goed mogelijke invulling van de behoefte te geven. En zij wisten dat zij gingen gecheckt worden in functie van wat ze oorspronkelijk in de concessieovereenkomst hadden gezet. Dus dat was heel duidelijk aanwezig. Maar werd hen wel de mogelijkheid geboden, zeg maar, om met een alternatief te komen? Als zij gingen stoppen met de Vira? Wel, vanaf het moment dat alle partijen inzagen dat de Vira echt geen oplossing was, dan was de enige mogelijkheid die voor NS overbleef om een zo goed mogelijke probleemoplossing te bieden. Het alternatief had kunnen zijn dat ze gewoon in concessieproblemen waren gekomen. Ja, dat is duidelijk. Maar kijk, je kan in extremis twee dingen doen. Stel dat je denkt, ik verlies mijn concessie, dan ga je door met de Vira. Maar de Vira was geen thema meer. De Vira, daar waren nu, iedereen was het erover eens dat na die rapporten van Matt MacDonald en anderen, dat die Vira de eerstvolgende jaren niet zou rijden, mocht die al terug kunnen rijden. Goed. Ik ga met u naar het alternatief. Wat er uiteindelijk is van terechtgekomen nadat de Vira gestopt is. En hoe beoordeelt u nu de oorspronkelijke gecontracteerde frequentie, hè, van 32 hoge snelheidstreinen per dag tussen Amsterdam en Brussel? En ja, want dat was het startpunt, hè, in 2001. Waarom heeft men ooit besloten tot die 32 hoge snelheidstreinen? Dat weet ik niet. Ik kan alleen een hypothese opbouwen dat ergens iemand heel lang geleden heeft gezegd, als we 7,4 miljard euro gaan investeren in een hoge snelheidslijn, dan moeten er verdorie veel treinen overrijden. En dus heeft men gezegd, veel treinen, wat is dat? 32 op, 32 terug. Elk half uur een trein naar Brussel. Ja, u zegt dat is ingegeven door de hoge investeringen. Ik kan me dat voorstellen, maar ik weet dat niet. Dat kunt u zich voorstellen. Maar een half uur treinverbinding tussen Amsterdam en Brussel, vooropgesteld dat het al mogelijk zou zijn technisch, met de bottlenecks van binnenkomen van Brussel, dat was veel te veel. Dat vraagt de markt helemaal niet. Maar iemand heeft ooit gezegd, ja, we gaan van 6 uur 's ochtends tot middernacht. Wow. Twee treinen per uur, elk half uur een trein, hoge snelheidstrein, zware investering, laten rijden. Okay. Ik zie aan uw gezicht dat u dat niet reëel vindt. Wel, ik denk dat in de mobiliteit vandaag de dag in plaats van aanbod gestuurd, we naar vraag gestuurd moeten gaan. En dat het heel belangrijk is dat we brengen wat de reiziger wil. En ik heb in dat verband, zowel met Trein Tram Bus en met Rover, een paar hele leuke, interessante koppen koffie gedronken. Om uit te vinden dat mensen die soms als vervelend en een beetje pineuterig en een beetje alternatieven voor het openbaar transport, dat vaak heel realistische mensen zijn die ook kunnen denken in termen van productmix, waar alle bedrijven al over nadenken, productmix. En dat onze verre voorvaderen in 2000 eigenlijk een verkeerde beslissing hebben genomen. Met een veel te hoge frequentie van een veel te dure trein op een veel te enge marktdefinitie. En daarom denk ik, en ik wil u niet provoceren, dat de oplossing die vandaag voor ligt voor de reiziger en voor de belastingsbetaler en voor de twee operators een betere beslissing is dan indien we met die Vira's 2 keer 32 treinen hadden laten rijden. Nu gaan er 34 treinen rijden, een mix van klassiek en high speed, perfect ingespeeld op de segmenten die ze willen bedienen. Ik heb beide treinen vandaag nog eens bekeken. Je hebt een verschillend publiek voor die aanbodsmogelijkheden. En voor Amsterdam betekent dat niet alleen verbindingen nu naar Parijs, maar ook naar IJssel en binnenkort naar Londen. U zegt dat alternatief vervoer, daar bent u over te spreken.
Maar die kan de reiziger, die kan dan van Amsterdam naar Brussel, die kan dan kiezen voor de Thalys, die vaker gaat rijden, en of de Benelux Plus. Dat zijn de twee varianten. En, zegt, en binnenkort dat is, de Eurostar. En ja, in 2017 geloof ik. Ja. Maar die is dan beter af dan met de Vira. Dat is uw conclusie. Ik zeg dat... Ik ben niet belangrijk of dat beter is. Nee, ik zeg vraag het maar, u, ik vraag het u. Ik stel vast dat en Rover en TTB, die eigenlijk namens een aantal reizigers praten of spreken, dat die eigenlijk best tevreden zijn dat we eindelijk in een mix gaan. Dus we doen altijd wel een beetje meer frequentie, ja, en een beetje lagere prijsvragen. Mag ik het met een ja vertalen, uw antwoord? Ik vind het beter. Ik vind het beter. Ik vind het voorstel beter. Maar waarom is het beter? Want de Thalys, die is duurder dan de Vira zou zijn. We hebben nu de Thalys. Als ik even mijn vraag mag afmaken. Om even te schetsen, de Thalys is duurder. En de Benelux Plus doet er pakweg een half uur langer over dan de oude Benelux-trein. En doet meer bestemmingen aan. Is dat dan beter? Laten we eens even beginnen met de prijs van de Thalys. Thalys is een zelfstandige vennootschap die in functie van de marktvraag zijn tarificatie bepaalt. Zij zullen promoties aanbieden die prijsgunstig zijn. En de veel discussies rond Thalys hebben te maken ook met interessante prijsvorming. Dus dat komt wel goed, denk ik. Maar je hebt ook een bepaald publiek dat snelheid en snel boeken vertaald ziet en aanvaardt in een bepaalde prijsvorming. Als ze dat willen betalen, dat is de vrije marktwerking. Anderzijds, de Benelux Plus, bijvoorbeeld voor Zuid-Nederland, was er al heel lang vraag naar een verbinding met bijvoorbeeld de Belgische luchthaven. Die is er nu bijgekomen. Dat is wel een bijkomende stop. Maar een bijkomende stop, dat betekent ook een paar minuten bij. Nu, in mijn beleving denk ik dat tussen dit en pakweg 3-4 jaar, met de evolutie van de transportplannen, dat geleidelijk aan nog een paar minuten van dat traject kunnen afgeschaafd worden misschien. Hè? En dat goed komt. Maar je hebt nu een trein die budgetvriendelijk een groter bereik heeft en die ook bepaalde bestaande noden van de markt invult. Bijvoorbeeld Nationale Luchthaven Brussel voor Zuid-Nederland, waar er een vraag bestond. Zeker. U heeft zelf, ik begrijp, die even over de Benelux Plus trein. U heeft zelf die extra stops voorgesteld. Onder andere de Belgische luchthaven. Ik heb een evenwicht bepleit van het aantal stops aan beide kanten van de grens. Ik heb geprobeerd, in eerste instantie is de Benelux Plus een antwoord geweest op het mogelijk initiatief van de stad Den Haag om zelf met een andere operator te beginnen. Ja, maar ik concludeer... Dat was het eerste. Maar ik concludeer dat, laten we zeggen, voor het duurdere segment heb je dan de Thalys, hè? Laten we zeggen voor de zakenreiziger bijvoorbeeld, die het, waarbij het financieel minder relevant is. Maar voor het, laten we zeggen, voor het goedkopere segment... Heb je twee toch, oplossingen? Nee, maar heb je voor de gemiddelde burger, dan heb je toch die Benelux Plus trein. Of de Thalys met zijn promoties. Want de promoties van Thalys zijn vaak heel leuk, hoor. Ja, de last minute of iets dergelijks. Nee, last minute, dan moet je al... Ja, last minute. Je hebt yield management. Dus het leuke aan de moderne operatoren in high speed, die hebben een vorm van yield management. Dus het is perfect mogelijk dat je op een bepaald tijdstip naar Parijs gaat voor ik zeg maar wat, 25 euro. Of zeg het bijna gulden gezegd, maar euro. En op andere momenten, als je als zakenreiziger dan heel dringend naar Parijs moet en je moet overmorgen een ticket hebben, dan betaal je misschien 125 of 75 of wat dan ook. U zegt door dat yield management kan men krijg toch je promoties, kiezen voor. Ja. Maar laten we als men kiest voor de Benelux Plus, ja, dan is toch, hoe je het went of keert, het duurt een half uur langer dan en je vroeger. Hebt meer bestemmingen, ja. Ja, je hebt wel meer bestemmingen, ja, maar... En je hebt natuurlijk nog altijd, je bent nog altijd slachtoffer van die complexiteit. Je kan die rijpaden korter maken. Je kan sneller rijden. Maar dan moet NS en misschien Politiek Nederland ook beslissen welke trein een beetje opzij wordt geschoven die dan langer rijdt. Want treinen hebben één vervelend nadeel. Ze kunnen niet over elkaar heen springen. Als er iemand op een rijpad zit, dan blokkeert hij een andere trein. En hoe langer je trein wordt, Amsterdam-Brussel, met de stops die jij doet, dan kruist je andere treinen. En de rijpaden van de vroegere Benelux kunnen niet allemaal gebruikt worden, omdat
NS in Nederland nog altijd bepaalde van die rijpaden ter beschikking stelt voor binnenlandse reizigerstreinen. Goed. Men moet keuzes maken. Zeker, maar we kunnen in ieder geval constateren dat het nu in ieder geval nog ruim een half uur is. Ik wil met u nog even, want door dat stoppen van de Vira vervalt er een concurrent, of valt een concurrent weg van de Thalys. En NMBS is aandeelhouder van de Thalys. En is dat nou dat alternatief wat er nu dan gekomen is, is dat dan toch niet aantrekkelijker voor de Belgische spoorwegen? Ja. Dat gewoon in financieel... Ja. Zeker. Goed. Maar ook niet in die mate dat we de gemaakte afspraken niet zouden hebben gerespecteerd. Het is een goede probleemoplossing. En het leuke is dat we die heel snel hebben kunnen realiseren, omdat de NMBS de stuwende kracht was om die verandering mogelijk te maken. Ik ga heel eerlijk zeggen, mochten we niet aan boord van Thalys zijn geweest, dan reden er nu minder hoge snelheidstreinen op de hoge snelheidslijn. En dan was Eurostar waarschijnlijk nog ineens niet beginnen bekijken of men naar Amsterdam zou rijden. Mag ik afrondend concluderen dat het stoppen van die Vira toch een mooie bijvangst betekende voor de Thalys? Voor Thalys? Ik hoop het. Ik hoop het als ze erin slagen om elke trein boven de 65% dekkingsgraad te krijgen. Want dan is hun ondernemingsrisico om een land te komen helpen dat 7 miljard heeft geïnvesteerd, beloond met een beetje return on investment. Maar die kans is natuurlijk groter als er een concurrent wegvalt. Nee, want zij hebben nu frequentie van 9 Thalysen naar 16 gebracht. Goed. Vroeger reden er 9 Thalysen, nu rijden er 16. Geef het woord aan de voorzitter. Ik begreep dat de heer Elias ook nog even één vraag daarvoor heeft. Eén vraag. Tijdens het verhoordeel met collega Van Gerven vertelde u over dat telefoontje van mevrouw Van Vroonhoven over die eventuele 3 Vira's die ze dan zou willen overnemen, eventueel of niet. En u was op weg naar Den Haag en zij was er bijna. U kreeg dat telefoontje en dat kreeg u in de auto. Moet ik daaruit concluderen dat de hoogste baas van de Belgische spoorwegen op het traject Brussel-Den Haag liever met de auto reist? Op dat moment reed de Vira niet. Op dat moment hadden we nog niet terug de verbinding in stand gezet. Maar ik kan nu misschien mijn goodwill verzekeren door te zeggen dat ik vandaag wel met de trein ben gekomen. Maar met de Thalys, sorry. Thalys en NS. Dus. We komen gaandeweg tot een afronding. U heeft al een aantal bespiegelingen gegeven over wat er beter had gekund in het verleden. Heeft u nog een les die u niet heeft genoemd met ons te delen? Nou, ik zou me niet permitteren om u lessen te geven. Maar ik denk dat als we nu terugkijken 15 jaar, dat het niet één probleem is geweest dat ons al die problemen heeft gebracht, maar of één element. Maar dat er verschillende sequenties zijn geweest waar hele grote, al dan niet verkeerde beslissingen een impact hebben gehad. Misschien moet de Nederlandse staat erover nadenken, over het hele gedoe met concessies, om dat op een eenvoudigere manier te doen. Misschien met een beetje meer vertrouwen ook aan NS, want dat is eigenlijk helemaal geen verkeerde organisatie. Misschien moet ook NS zich een beetje meer bezinnen over hoe ze zichzelf organiseert. En niet altijd in boekjes kijken van management consultants, maar ook eens proberen eenvoud in hun structuren te krijgen. En het derde element, ik denk dat we allemaal hebben geleerd dat een aankoopproces het best door een aankoopafdeling wordt gedaan en niet door fiscalisten in Ierland. En dat je af en toe ingenieurs in de mate van het redelijke mee moet laten beslissen over treinen. En niet alleen managers en financiële mensen erover laten beslissen. Dus eenvoud is belangrijk. Hoe complexer een structuur is en een markt is, hoe eenvoudiger de aansturing moet zijn. Je mag niet complex bovenop complex zitten, want anders krijg je parlementaire enquêtecommissies. En die moet er dan rapporten over schrijven. U heeft ook boeken meegenomen die erover geschreven zijn. Dat was om de data te checken. En klopte die? Klopt het wat er allemaal staat? Ik hoop het, maar u kent zo goed de data dat ik geen naslagwerk heb nodig gehad. Dus. Helder.
Meneer de Scheenmaker, wij komen tot een afronding. Ik heb nog één vraag aan u tot slot. Of er in uw beleving, waarvan u echt signalen heeft gehad of feiten bekend zijn, dat er onregelmatigheden zich hebben voorgedaan. Dat is mijn slotvraag ook aan u. Ja, dan ga ik nee antwoorden. Dan dank ik u voor dit verhoor en daarmee sluit ik ook deze vergadering. Dank u wel.